Een hele goede morgen, dames en heren, vanuit de Sint-Godelieve-abdij in Brugge. Hartelijk welkom bij deze Week van het Toerisme en meer bepaald het webinar Congressen en Events. We hadden jullie graag in levende lijve ontmoet, maar dat gaat helaas niet. En dat komt uiteraard door dat vervelende virus dat nu al meer dan een jaar hard toeslaat, zeker ook in de toeristische sector. Wat we meemaken is nooit gezien. Maar we moeten hoop koesteren en samen vooruitkijken naar de toekomst. Want zoals er een tijd was voor corona, komt er ook een tijd na corona, waarin het virus zal overwonnen zijn en we weer normaal kunnen leven. Het agentschap Toerisme Vlaanderen wil samen met al haar partners toerisme op een kwalitatieve manier toekomstbestendig ontwikkelen. En dit zowel op korte termijn, door de sector te ondersteunen om sterker uit deze coronacrisis te komen, als op de lange termijn. Toerisme moet een middel zijn om meerwaarde te creëren. Het agentschap wil de positieve kracht van toerisme versterken, zodat Vlaanderen kan bloeien als een innovatieve, inspirerende en kwalitatieve reisbestemming. Die toekomstvisie, om Vlaanderen een florerende bestemming te laten worden met respect voor de bezoeker, ondernemer, bewoner en de plek, noemen we Reizen naar Morgen. In dit webinar komen jullie te weten wat die visie inhoudt en hoe de Reizen naar Morgen-principes binnen het thema van congressen en events geïntegreerd worden. We hebben boeiende gasten voor u, informerende en inspirerende sessies, een video waarin jullie kunnen kennismaken met best practices, maar beginnen doen we met Vlaams minister van Toerisme, Soehal Demir. 13 maanden geleden keken we met z'n allen uit naar de lente. Maar in plaats van buiten op een terrasje te kunnen genieten, moesten we allemaal in ons kot blijven. Het coronavirus stort onze sector in een nooit eerder geziene crisis. Sindsdien heb ik van op de eerste rij vastgesteld hoe moeilijk jullie het hadden. Moeilijk, maar niet verslagen. Jullie hebben de schouders niet laten hangen. Integendeel, met passie en gedrevenheid blijven jullie elke dag werken aan een veilige heropstart van het toerisme. Een voorbeeld van de veerkracht die onze sector kenmerkt. En daar kan ik alleen maar bewondering voor hebben. En die inzet verdient het ook om voluit ondersteund te worden. Sinds corona ons teistert, heb ik samen met de Vlaamse regering en Toerisme Vlaanderen verschillende steunmaatregelen genomen, waarmee we ook een antwoord hebben proberen te bieden op al jullie concrete noden. Met de hinderpremie, de compensatiepremie, de ondersteuningspremie, het Vlaams beschermingsmechanisme ook en recent nog de globalisatiepremie, hebben we geprobeerd om jullie mee door deze crisis te loodsen, hoe moeilijk dat het ook wel niet is. En via de steun in het Vlaamse noodfonds zijn we ook het sociaal en jeugdtoerisme niet uit het oog verloren. In totaal hebben we zo al een paar honderden miljoen euro vrijgemaakt voor de brede toeristische sector die het ook nodig had. Voor de heropstart van het toerisme heeft de Vlaamse regering bijkomend 150 miljoen euro voorzien in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Ik hoef jullie niet te vertellen dat door de coronacrisis de verwachtingen van onze bezoekers ook veranderd is. Zodra er terug kan gereisd worden, zal het ook een pikkelharde strijd worden om die toerist. Met deze relancemaatregelen gaan we dan ook via zeer gerichte investeringen de troeven van de bestemming Vlaanderen moeten versterken. Maar ook individuele logies en attracties moeten blijven investeren om in die post-corona-wereld aantrekkelijk te blijven voor binnen- en buitenlandse bezoekers. Daarom hebben we ook eind vorig jaar via het Vlaams Stimulusprogramma nog eens 30 miljoen euro extra vrijgemaakt om jullie meer ademruimte te geven en jullie ook toe te laten om broodnodige investeringen te doen. Toen ik aantrad als Vlaamse minister van Toerisme, stelde ik mezelf als doel om die positieve kracht van toerisme te versterken, zodat Vlaanderen kan blijven groeien als een innovatieve, inspirerende en ook kwalitatieve reisbestemming en dat in het voordeel van de bewoners, de ondernemers en de bezoekers uit binnen- en buitenland.
Maar corona heeft heel veel veranderd, maar alvast niet deze ambitie. En dat is ook wat bezoekers na corona verwachten. Gedaan met het klassieke massatoerisme, het puur economisch verhaal van enkel meer en meer toeristen, in plaats daarvan komt meerwaarde. Meerwaarde voor de bezoeker, de bewoner, de ondernemer en voor de plek zelf. Deze toekomstvisie noemen wij Reizen naar Morgen. Een toekomstvisie die de hoeksteen van mijn toeristisch beleid vormt. In deze webinars komen jullie alvast alles over te weten. Ik kijk er samen met alle medewerkers van Toerisme Vlaanderen alvast naar uit om samen met jullie te reizen naar morgen en van Vlaanderen een florerende bestemming te maken. Ik wens jullie een boeiend en inspirerend webinar toe. Jullie hebben binnen deze Toerisme Vlaanderenweek gekozen voor het thema congressen en events. Een mooie keuze, want congressen van internationale verenigingen en topevenementen met internationale uitstraling bieden een schat aan mogelijkheden om bezoekers uit binnen- en buitenland te verbinden met de plek, haar bewoners en ondernemers. Het thema past dan ook perfect in de toekomstvisie Reizen naar Morgen. Veel plezier. Hartelijk dank, mevrouw de minister. En dan heb ik nu het gezelschap gekregen van Peter de Wilde, CEO van Toerisme Vlaanderen. Welkom, Peter. Dag, Jana. Peter, in haar boodschap zo net hoorden we de minister zeggen, zodra er weer gereisd mag worden, wordt het een bikkelharde strijd om bezoekers. Ben jij het daarmee eens? Ik denk dat de minister gelijk heeft en van bikkelharde strijd gesproken. Die bikkelharde strijd die was natuurlijk voor corona al volop aan de gang. Na corona zal het een ander soort strijd worden. En ik denk dat onze minister ook dat bedoelt. Hè. De vroegere strijd werd op het bikkelharde economische scherp van de snee gevoerd. Kon men niet genoeg bezoekers aantrekken aan zo voordelig mogelijke voorwaarden. Maar dat heeft geleid natuurlijk vanuit dat economisch model naar een heel scheefgegroeide situatie, waarbij dat de draagkracht van plekken en de verdraagkracht van mensen heel sterk onder druk zijn komen te staan. Nu, toerisme is en blijft een belangrijke economische motor. Daar gaan we alles aan doen om ons toeristisch ondernemersweefsel in Vlaanderen ook zo sterk mogelijk te houden. Maar we moeten ons ook ervan bewust zijn, denk ik, dat het ook anders zal moeten naar de toekomst toe. Dat we in plaats van die meer gaan naar meerwaarde. En daarvoor maakt Toerisme Vlaanderen met Reis naar Morgen zich klaar. En wij zijn heel blij dat we zoveel enthousiasme uit de sector vinden. En dat de minister die filosofie rond Reis naar Morgen ook tot de hoeksteen van haar beleid heeft gemaakt. Ja, ze heeft er inderdaad naar verwezen. Ze omarmt die visie. Maar Toerisme Vlaanderen was daar natuurlijk al langer mee bezig. Hè, met verschillende partners, nog voor deze huidige crisis. Het gaat eigenlijk echt over een nieuwe vorm van toerisme ontwikkelen die voor iedereen, voor alle betrokkenen meer te bieden heeft. Kan jij toch nog eens kort de essentie van Reizen naar Morgen pitchen vandaag? Nou, die staat uiteraard in het boek Reizen naar Morgen, dat ik u allemaal warm zou aanbevelen. Maar als ik het kort moet samenvatten, dan zou ik zeggen, het gaat over toerisme niet zozeer als een doel op zich, maar wel als een middel om plekken in Vlaanderen en gemeenschappen in Vlaanderen te helpen floreren. Toerisme kan mee evenwicht brengen. In plaats van spelbederver te zijn, kan toerisme mee het spel maken en kan ook zorgen dat het voor vele mensen aangenamer wordt om in Vlaanderen te vertoeven, te leven. Of heel kortstondig te vertoeven als bezoeker, tijdelijke Vlaming te worden. Mm-hmm. Ik denk dat toerisme een kracht voor het goede is, een positieve kracht. Iedereen is ervan overtuigd, zeker na een jaar zoals het afgelopen jaar, dat reizen een positieve impact heeft, ook op het welzijn van mensen. Het gevoel van de mentale ramen en deuren eens even te kunnen opengooien en je horizon te vernieuwen. Dat is iets waar we allemaal nood aan hebben. En in een context van Vlaanderen, waar we die internationale bezoeker echt ook wel nodig hebben, betekent dat dat we ons klaarmaken om die internationale bezoeker ook meerwaarde te bieden.
En dat gaan we niet doen. En vandaar is misschien strijd om de bezoeker een uitdrukking. We gaan dat niet doen op de traditionele manier, zoals bestemmingen bezoekers van elkaar afvingen door prijsdumpingen of door agressieve reclames en dergelijke meer. Nee, we gaan vooral authentiek bij onszelf blijven. We gaan verhalen vertellen die heel dicht aansluiten bij onszelf en heel diep wortelen in onze bestemming en in de ziel van al die plekken hier in Vlaanderen. Ik hoor het. Het is duidelijk een andere strategie. Het commerciële massatoerisme wordt verlaten. Het puur economische verhaal wordt losgelaten. Het gaat over kwaliteit, co-creatie, ontmoeting. Maar je gaf het ook al aan, de sector heeft natuurlijk enorm onder druk gestaan het laatste jaar. Is het geen lastige boodschap om een nieuwe strategie te gaan poneren, net nu die sector en ook Vlaanderen zo geteisterd is door corona en die hele toeristische sector effectief daarmee in het bad zat? Ik denk dat we ervoor moeten zorgen dat er ook nog een gezonde en florerende sector is, eens deze crisis al gepasseerd zijn. Daar heeft de Vlaamse regering, onze minister op kop, alles voor uit de kast gehaald, de nodige middelen voor voorzien, om via Toerisme Vlaanderen dan, met verschillende steunprogramma's, ervoor te zorgen dat onze logies, dat onze attracties, dat de diverse geledingen van de zeer brede toeristische sector gezond kunnen blijven. Hebben we daar iedereen mee kunnen helpen? Nee, ongetwijfeld niet. De crisis brengt niet alleen het slechtste naar boven, maar brengt soms ook onvermoede situaties naar boven. Er zijn veel subsectoren van de toeristische sector die niet goed weten bij wie ze nu juist horen. Moeten zij nu federaal gaan aankloppen? Moeten zij Vlaams gaan aankloppen? Dus we hebben eigenlijk ook heel veel geleerd de afgelopen periode met onze sector. We verlaten het economische verhaal niet. We zijn aan het zeggen dat toerisme een belangrijke economische motor voor Vlaanderen blijft. Maar als we die motor goed willen spanjeren en als we willen dat Vlaanderen een florerende gemeenschap blijft of nog meer wordt, dan moeten we ervoor zorgen dat de motor beter geolied wordt en dat dat toerisme, dat toch de olie in de motor kan zijn, dat dat de juiste soort van olie is. En dat is niet het massaproduct dat je heel snel in de supermarkt gaat halen, zodanig dat het weer even beter gaat en je even weer wat kilometers kan doen. Nee, dat gaat om kwaliteit die zorgt dat je motor ook volgende eeuw nog mee kan. En in de kern van de motor, in de ziel van die motor, daarin zit onze bestemming. Daarin zit de draagkracht van die plekken in onze bestemming en de verdraagkracht van onze bewoners. En dat is de essentie. Daar moeten wij mee bezig zijn. Dat is onze opdracht. Dat is de strijd die wij voeren. En dat is eigenlijk een strijd tegen onszelf voor een stuk. Dat is een strijd tegen heel sterk ingewortelde gewoontes. Ook in de globale toeristische sector, de wereld rond, hebben wij de afgelopen decennia gewoontes aangenomen die we zo stilaan moeten verlaten. De illusie dat elke ervaring dupliceerbaar is en elke beleving koopbaar, die moeten wij voor een stuk los durven laten. Omdat ervaringen, als die authentiek zijn en belevingen, als die impact willen hebben, dat die te maken hebben met wie je bent en hoe diep je kan graven naar je wortels. En daar gaat het bij ons om. Peter, praktisch wordt er binnen de Reizen naar Morgen toekomstvisie gewerkt rond 6 thema's die aansluiten bij het DNA van Vlaanderen en de ziel van de plek. Een van die thema's is events en congressen, waarover dit webinar vandaag gaat. Welke band heb jij persoonlijk met dit thema? In mijn academische vroegere leven nam ik geregeld deel aan congressen in het buitenland dan, ook in Vlaanderen natuurlijk. En daar werd heel veel interessants verteld en achteraf werden daar heel mooie boeken van gepubliceerd. Maar wat mij het meest bijblijft van de congressen die het meest impact op mij hebben gehad, dat zijn die congressen waar je op de plek waar het congres doorging een connectie voelde met datgene waar het congres over ging. Zo heb ik als jonge medievist is een congres over de 15e eeuw meegemaakt in Oostenrijk en dat was in het kasteel Kaproen. Een middeleeuws kasteel. En die congresinfrastructuur was misschien niet allemaal state of the art, maar de omgeving was zodanig inspirerend dat dat eigenlijk ook meewerkte bij het succes van de discussie en van de intellectuele inspanning die daar werd gevraagd. En ik denk dat Vlaanderen heel wat van die special meeting venues, zoals ze het dan noemen, te bieden heeft, waar het congresseren op een plek die mee impact heeft,
het resultaat ook van die gedachtenwisseling of van die intellectuele uitwisseling kan versterken. En we hebben in Vlaanderen zoveel bedrijven en wetenschappers, schitterende mensen die aan het toppunt van hun sector staan, die aantakken bij een heel lange academische, intellectuele, bedrijfsmatige traditie in Vlaanderen. Of dat nu rond de scheepsbouw of rond de cartografie of over geneeskunde, nanotechnologie en dergelijke gaat. Daar hebben wij in Vlaanderen best wel een reputatie te verdedigen. Maar als je die ook nog eens kan koppelen aan plekken die die ervaring nog eens verrijken en van de knappe koppen die we vandaag lopen hebben ook nog eens uw ambassadeurs kan maken, omdat ze mee dat erfgoed uitdragen, dan denk ik dat Vlaanderen op de goede weg is. Oké. Dus ik hoor het intellectuele verknopen met het menselijke en verbinden aan de plek. Dank je wel, Peter. Hoe kunnen we nu reizen naar morgen binnen het thema congressen en events? Vanuit de kracht en de ziel van de plek, gecombineerd met betekenisvolle ontmoetingen en activiteiten. Hoe kunnen wij vanuit dit thema de positieve kracht van toerisme versterken en ervoor zorgen dat onze bestemmingen kunnen bloeien of floreren, zodat reizen naar Vlaanderen ook morgen een verrijkend gebeuren kan zijn voor de bezoeker, bewoner en ondernemer? In de volgende reportage staan we stil bij reizen naar morgen vanuit congressen en events en laten we u kennis maken met enkele inspirerende voorbeelden en getuigenissen. Hey, ik ben Maaike en ik ben professor in de kunstwetenschappen. Afgelopen zomer woonde ik een internationaal congres bij in Mechelen over kinderwerking in musea en kunstinstellingen. En het feit dat het doorging in Mechelen bleek eigenlijk heel toepasselijk te zijn. Want op het congres vertellen ze onder andere dat er in Mechelen echt veel aandacht besteed wordt aan kinderwelzijn. Zo participeren Mechelse kinderen blijkbaar mee in het stadsbeleid via een soort van kinderraad. En dan, na het congres, toen ik ook effectief de stad kon gaan bezoeken, zag ik ook echt hoe kindvriendelijk Mechelen wel niet is. Niet alleen in de musea, maar bijvoorbeeld ook in de horeca. En ja, ik vond dat eigenlijk wel heel tof om te zien hoe een stad zich zo op die manier jong houdt. Mechelen, een melting pot van 138 nationaliteiten die samen 83 talen spreken. En toch is er daar één gemeenschappelijke taal gevonden die praktisch iedereen begrijpt. De laatste jaren onderging Mechelen een grote transformatie en werkte de stad zich op tot een toonbeeld van openheid en integratie. Daarvoor zette ze onder meer haar eerste stappen richting een professionele congressen- en eventswerking. En dus werkt ze samen met ondernemers en bewoners die zoeken naar die transformerende kracht van dergelijke bijeenkomsten. Congressen en evenementen kunnen nu eenmaal strategische mijlpalen zijn in het verder transformeren van een stad als Mechelen. Els van Zeelen, plekhouder en werknemer van de Dienst voor Toerisme, legt uit hoe ze reizen naar morgen in het algemeen en congressen en events in het specifiek inzetten om Mechelen nog meer te laten floreren. De Wintertuin, dat is op een kwartiertje fietsen van Mechelen, is een locatie met heel veel verhalen. Het was een internaat, in 1900 gebouwd. Een internaat voor meisjes die van over heel de wereld naar hier werden gestuurd. Omdat hun ouders heel veel op reis waren, waren industriëlen, waren baronnen enzovoort. En deze was de plek waar zij hun familie ontmoetten. Mechelen is een hele aantrekkelijke plek om naartoe te komen, om een ICE-event te laten plaatsvinden. We hebben ook het Lamotte Center, een congrescentrum waar dan grotere congressen kunnen plaatsvinden.
Twee jaar geleden zijn we op een trein gestapt waarin dat we al onze partners, maar ook nieuw, en dat was voor ons nieuw, onze bewoners mee aan boord hebben genomen om na te denken over hoe toerisme van de toekomst er voor hen kan uitzien. Dat resulteert nu in een strategisch plan voor de komende jaren met een heel concreet actieplan aan verweven dat we samen dragen, dat we samen een vorm hebben gegeven en waar we nu ook al eerste projecten voor uitwerken. Een bewoner is een van de vele plekhouders. Een bewoner beschouwt de plek als zijn thuis. Dus als je mensen kan inspireren met manieren om ook thuis verder zorg te dragen voor de toekomst, om ook thuis verder te reizen naar morgen, dan denk ik dat de missie is geslaagd. Een plekhouder is iemand die zorg draagt voor de plek, die het ook verder laat groeien, die zorg draagt voor de ziel die er al is, maar zeker ook voor de mogelijkheden die dat er nog zijn. Reizen naar morgen en de ontwikkeling van een plek is heel belangrijk om respect te hebben voor de ziel van de plek. Dingen gaan organiseren in een omgeving die de haak staan op die ziel of op hetgeen dat je wil behouden of wil laten verder groeien, is het heel moedig om die keuze te maken om het niet te doen. En de plek in zijn waarde en in de ziel zijn waarde te geven. Een plek krijgt ook alleen maar een ziel als mensen daaraan worden toegevoegd. Door de combinatie van ervaringen, door overleveringen, door verhalen, door beelden die zijn terug te vinden, krijgt die plek een ziel. Een plek zonder mensen heeft geen ziel. Reizen naar morgen doe je niet alleen. Wij zitten niet als kapitein op een schip. Wij zijn ook niet degene die dat vanuit Miti Mechelen of Toerisme Mechelen, die dat alles controleren of alles in de hand hebben. We geloven erin dat er heel veel van onderuit gebeurt. Hè. Dat we niet als kapitein optreden, maar eerder als cartograaf of als navigator die dat een schip door woelige wateren kan leiden. Maar de kapitein zelf, dat zijn heel veel verschillende mensen. En hen mee aan boord houden en hebben, is een hele belangrijke stap. Nieuwe kruisbestuivingen die ontstaan door anders te gaan denken. Door niet te denken in je traditionele rasterwerk, maar om over de muren te kijken. En in Mechelen zijn we dat zeer zeker aan het doen. En krijgen we daar ook heel wat aandacht voor. En het is heel fijn om te ervaren dat we binnen een traditionele organisatie, als een administratie aan een stad, dat daar toch nog wel heel wat mogelijk is. Als je de juiste toetsen bespeelt. Een belangrijke plek als het gaat over congressen en evenementen is ongetwijfeld de Lamotte-site. Jan Simons legt het belang uit van dergelijke bijeenkomsten en hoe hij als plekhouder de link probeert te leggen tussen zijn professionele bezoekers, de ondernemers en de bewoners van zijn stad. Wij zijn 15 jaar geleden begonnen en Lamotte is een beetje het symbool van het nieuwe Mechelen. Mechelen is beginnen groeien. En Lamotte heeft daar Mechelen in ondersteund en Mechelen heeft daar Lamotte in ondersteund om die groei te maken van een centrumstad naar een toonaangevende centrumstad waar iedereen welkom is. Mechelen had op bepaalde momenten toch wel 150 brouwerijen in de stad, maar dit was de grootste. Het was een fusie van een aantal andere brouwerijen die bij elkaar kwamen en Lamotte werden. En eigenlijk bevinden we ons hier in het kloppend industrieel hart van de brouwerij van vroeger. Hier werd bier gebrouwen, hier werkten honderden mensen, hier werd transport gedaan en noem maar op. En er zijn een aantal pisten bewandeld, maar op een bepaald moment is er inderdaad gekozen om een congres- en erfgoedcentrum te maken. Ik denk het eerste congres- en erfgoedcentrum in België, misschien wel Europa. Wij hebben 8 zalen hier, waarvan de grootste een auditorium is, helemaal uitgerust. Laat ons maar zeggen, state of the art, waar 300 mensen binnen kunnen. En daarnaast hebben we 7 kleinere en middelgrote zalen. En op die manier kunnen we ook het 3-stoelen-principe hanteren. Dus we hebben echt wel een plenaire zaal voor 300 man. We kunnen 300 mensen een breakout geven en 300 mensen gezeten laten eten. Hier huizen ook andere mensen. Zijn kantoren, erfgoed. Collega's hadden hier hun kantoor. Zijn nu weg, maar die kantoren worden terug opgevuld. Er is een restaurant aan verbonden. Ons Lamotte-café, waar mensen rustig hun krant kunnen komen lezen. Maar toch ook proberen we buiten de congresgangers de burgers van Mechelen te betrekken in onze werking. Niet altijd evident, maar mensen moeten ook weten dat ze hier welkom zijn. En we proberen dat toch wel te doen door een aantal activiteiten te organiseren. We hebben Lamotte-wandelingen gedaan, waar mensen vrij konden op intekenen. We proberen dat contact met de stad toch wel sterk te houden.
We gaan mee in musea promoten, we gaan mee in het veruiterlijken van een aantal dingen die in de stad gebeuren. Dus we vinden het heel belangrijk dat Lamotte contact heeft met de stad en de stad contact heeft met Lamotte. Vroeger werd hier bier gebrouwen, maar we brouwen nog altijd. We brouwen nu content, we brouwen ideeën. Mensen komen hier in de inspiratie van de oude brouwerij, komen hier terug brouwen, komen hier ideeën brouwen, komen hier samen met hun werknemers zaken brouwen waar wij niet aan denken, maar er wordt nog altijd gebrouwen en dat is wel belangrijk. Ik denk dat ons gebouw en onze sfeer die er eerst inspirerend moet zijn voor bezoekers. Bezoekers kunnen overal gaan congresseren, maar wij willen mensen niet met hun gezicht op erfgoed kloppen, maar ze kunnen gewoon erfgoed beleven op dit moment. Overal in het gebouw vind je Lamotte, oude uurwerken, oude lichtreclames, glazen, togen, tafels. Dus mensen worden echt ondergedompeld in die sfeer van de brouwerij, van die cafés van vroeger. En dat is eigenlijk een beetje de sfeer die we willen creëren om mensen op een aangename, inspiratievolle manier te laten congresseren. Ik denk dat de impact van Lamotte op de ondernemers niet kan onderschat worden. En ik kan het misschien best met een voorbeeld aanhalen. Als mensen hier komen congresseren, hebben ze heel vaak een lanyard met een badge voor hun. En als je 's middags ziet dat die mensen op een terrasje zitten op de vismarkt, of boodschappen gaan doen in de stad, of blijven slapen in een hotel, of 's avonds gaan eten, dan is die impact niet onbelangrijk. Dat is één. Maar ten tweede vinden wij het ook belangrijk van met lokale ondernemers te werken. Als wij bloemen bestellen, gaan wij dat bij Mechelse bloemenzaken bestellen. Als wij een AV-partner hebben, zal dat een Mechels bedrijf zijn. Dat vinden we heel belangrijk, dat heel dat Mechels weefsel daar beter van wordt. En wij van u. Er zijn heel veel andere plekken binnen de stad die impact hebben op bezoekers, gelukkig maar. Hè, dat we als Lamotte niet alleen zijn. Waar we heel blij mee zijn, is natuurlijk dat we recent Predikeren erbij gekregen hebben. De bibliotheek, maar ook met de vergaderzalen, die net als wij door Vlaanderen erkend zijn als erfgoedlocatie. Dus dat maakt het verhaal alleen maar sterker in Mechelen, denk ik. Zowel Lamotte als Predikeren behoren tot de Flanders Heritage Venues, een netwerk van erfgoedgelegenheden waar internationale congressen en events kunnen doorgaan. Al deze meetinglocaties hebben een bijzondere architecturele waarde en een zeer interessant verhaal die het erfgoed tot op vandaag doet opleven. Het zijn plaatsen die mensen inspireren om daar te ontmoeten, te brainstormen, kennis uit te wisselen en waar het erfgoed van de toekomst kan worden gecreëerd. In de Predikerenkerk is er bijvoorbeeld een bibliotheek naast het congrescentrum waar de ideeën die uit zo'n congres voortkomen in boekvorm kunnen worden uitgebracht. Letterlijk een nalatenschap dus. We zijn hier in het Predikeren en we zijn geopend hier op 30 augustus 2019. 1652 zijn de Dominicanen, de Predikeren. Die waren gevlucht uit Nederland en zijn dan hier in Mechelen terechtgekomen. Maar veel genot hebben ze er niet van gehad. Denk na de Franse Revolutie is het klooster eigenlijk in handen gekomen van Frankrijk. Het werd eigenlijk geconfiskeerd. Heeft dienst gedaan als ziekenhuis, opvangtehuis voor armen en daarna eigenlijk een militaire kazerne. Als we nu kijken naar hoe het Predikeren hier nu staat, is een enorme belangrijke, maar desastreuze fase van het Predikeren er gekomen. Dat is namelijk de fase waarin het leeg stond. 40, 45 jaar dat dit gebouw geen bestemming had en dat eigenlijk moeder natuur zich ontfermd heeft over het gebouw met alle gevolgen van die. Het is eigenlijk in 2010 dat het toenmalige college beslist heeft en op het idee gekomen is van kijk, wat als we nu de bibliotheek, die dat eigenlijk in een site in de binnenstad zat, waar ook een renovatie zich opdrong. Hè. Wat als we die eens nu eens naar het Predikeren verhuizen? We zitten hier op een symbolische plek, vlakbij Kazerne Dossin. Een plek waar dat in het verleden nog boeken verbrand geweest zijn, maar waar nu een heel memoriaal ontwikkeld is. En tegelijkertijd op de Tinel zitten, waar eigenlijk een heel nieuw stadsontwikkelingsproject is gekomen met tal van woningen, met een park, dat men dacht van oké, kijk, dat zou een heel mooie herbestemming zijn voor dat gebouw.
We hebben een restaurant dat we eigenlijk in concessie hebben uitgegeven. Waar de tafeltjes telkens goed vol zaten, omdat Mechelaars daar ook wel naar snakten. We hebben ook hier de kaart in het restaurant in Elt, trekken we de kaart van het culinaire, wat mensen wel smaakt. Ik denk wat we willen creëren hier is een mooie warme plek met een ongedwongen sfeer waar dat iedereen kan zijn. En dat is ongelooflijk moeilijk. Hè. Je ziet in die geschiedenis wat voor een turbulente geschiedenis het wel niet geweest is, wat voor rol het wel niet gehad heeft. Dat wil ik hier ook, met ons team willen we dat ook proberen te doen, om eigenlijk echt een plek te zijn waar dat iedereen naartoe kan komen. Voor eigenlijk heel, heel lage tarieven kunnen zij hier een zaal gebruiken. Wij moeten daarin investeren. Wij moeten iemand voorzien die dat hier het gebouw komt afsluiten, die permanentie voorziet. Dat rekenen wij niet door, zo'n zaken. Omdat we dat juist belangrijk vinden, dat Mechelse veld zelf zich kan ontplooien. Ik denk, wat wij nog kunnen verbeteren, en daar zijn we naar op weg, en dat is nog een paar jaar wachten, dat is de restauratie van onze kerk. Die is nu gestart. En dat zal echt nog een extra dimensie aan zowel bibliotheekgegeven als de maïswerking brengen. Het wordt één grote multifunctionele ruimte waar dat wij een stuk magazijncollectie herbergen, maar waar dat wij ook lezingen zullen kunnen houden, waar dat optredens kunnen gegeven worden, maar waar dat evenzeer als iemand eindelijk in pensioen is en die wil echt op een unieke locatie dat vieren met zijn familie, dat daar moet kunnen doen. Dat mag geen feestzaal worden en geen trouw- of balzaal en dat zal het ook niet worden. Maar dat gaat wel door Mechelaars gesmaakt worden als een sublieme ruimte. Als we ons hier echt profileren als een maïsstad, we doen dat ook niet alleen. We hebben Lamotte is bijvoorbeeld een hele belangrijke partner en we kunnen ons niet vergelijken met Lamotte, dat hoeft ook niet. Hè. Wij kunnen aanvullend voor kleinschalige evenementen en initiatieven echt wel een meerwaarde betekenen. Maar ja, dan zet je als Mechelen ook op de kaart naar een bedrijfsleven. Je zet je met zo'n trekpleisters op de kaart als historische stad. Wat ook de verschillende handelaars in het centrum, de horeca, ten goede komt. De charme van een evenement of congres wordt onder meer bepaald door de locatie van het gebeuren. Dat is duidelijk. En het is die charme die bezoekers van dergelijke bijeenkomsten meestal overtuigt om te blijven slapen. Emilie de Preter, hotelmanager van het fantastische Martins Patershof, kan het belang van congressen en events niet hard genoeg onderstrepen. Het is mooi om te zien hoe een hotel bijdraagt tot de welvaart van een stad en haar bewoners. Martins Patershof is gelegen in het historische stadscentrum van Mechelen. De voormalige kerk van de Minderbroeders werd omgebouwd tot 4-sterren luxe hotel, waarbij dat ook nog verschillende kerkelijke elementen aanwezig zijn, zoals booggewelven, de statische zuilen beneden in de lobby, de glas-in-loodramen natuurlijk en nog veel andere details. Ik ben eigenlijk heel trots op Martins Patershof, omdat we zowel het karakter als de unieke structuur van het gebouw hebben kunnen behouden in een hedendaagse tijd, wat niet altijd even evident is. Daarnaast ben ik niet alleen trots op het gebouw zelf, maar ook wel op het team dat zich dagelijks inzet om echt een onvergetelijke ervaring te zorgen voor elke bezoeker dat hier langskomt. Wat wij ook soms vergeten is, als wij binnenkomen in het hotel, dan kijken wij rechtdoor. We kijken voor ons, we maken ons klaar om onze dag te beginnen, maar toeristen doen dat niet. Wij merken echt als toeristen hier binnenkomen, die blijven staan. Die komen voorbij die glazen deuren, die glazen deuren die openen, die komen binnen, die worden helemaal omvergeblazen door het concept. En die blijven staan en die beginnen rond te kijken, die beginnen naar alle hoekjes te kijken en die beginnen alle unieke details te ontdekken die Martins Patershof zeker en vast heeft. En dat is iets, die verbazing in hun ogen, dat doet eigenlijk ons daaraan herinneren in wat voor een mooi en uniek project waar dat we eigenlijk allemaal samen deel van mogen uitmaken. Wij komen eigenlijk één keer per maand samen als de Mechelse Hotel Associatie. Het is voor ons ook eigenlijk belangrijk om daar verschillende partijen in samen te hebben. Zo zit er daar iemand bij van Meet in Mechelen, daar zit iemand bij van de stad en ook van onze grote congreslocatie, de Lamotte. Er worden eigenlijk verschillende agendapunten naar voren geschoven. Dat wordt ook op voorhand mee gecommuniceerd. Als daar dan bepaalde opmerkingen over zijn, wordt dat daar ter plaatse eigenlijk besproken. Bijvoorbeeld als er een heel groot congres is, dan wordt er bekeken van oké,
idee welk hotel kan hoeveel kamers aanbieden en zo verder. Je moet dat echt zien als een samenwerking tussen de verschillende partijen. Dus de stad gaat dan bepaalde dingen voorstellen en dan gaan we eigenlijk samen bekijken van oké, wie kan wat doen en wat is de bijdrage van elke partij. Reizen naar morgen is wel al een begrip dat ik zeker heb gehoord. En dat is eigenlijk vooral door de stad Mechelen. Dus de stad Mechelen communiceert daar vaak zelf over. Dat is een topic dat ook bij ons vaak in de Mechelse Hotelassociatie aan bod komt. Ik denk als we gaan naar het organiseren van grote congressen, dat we eigenlijk al direct meer de stad ook gaan promoten. Niet enkel als congreslocatie, maar eigenlijk als zoveel meer. Voor ons is het eigenlijk ook belangrijk. Oké, je hebt bijvoorbeeld een deelnemer dat naar hier komt voor een groot congres. Hij heeft hier een overnachting. Maar het zou eigenlijk veel meer betekenen, ook voor ons, als die persoon dan nog eens terugkomt, eventueel later, voor een kleinschalige vergadering. Als hij daarna nog eens zou terugkomen met zijn familie, met vrienden eventueel, omdat hij dan eigenlijk zo ook meer de stad leert kennen. Hij leert niet alleen ons kennen als locatie, maar eigenlijk ook gewoon de hele stad kennen. Wat dat eigenlijk ook wel interessant is voor de bewoner, aangezien dat hij ook ziet dat hij deel uitmaakt van een dynamische en bruisende stad die eigenlijk altijd in ontwikkeling is. Martis Patershof is eigenlijk ook een opwaardering geweest voor de wijk hier. En is niet alleen een toeristische attractie voor de stad, of een extra troef eigenlijk voor de stad, maar ook voor de bewoners. Voorgaande jaren hebben wij ook voor de bewoners de Zoete Zondes georganiseerd. Dat is eigenlijk een à volonté dessertenbuffet georganiseerd in onze Keizer Karelzaal. Dat is die imposante grote ontbijtzaal waar dat zich ook nog het originele altaar bevindt. Daarnaast hebben wij ook een samenwerking met het Conservatorium van Mechelen, waarbij dat leerlingen hier een aantal keren per jaar hun concert komen geven en waarbij dat hun familie en vrienden toeschouwer zijn. Wij werken ook samen met Too Good To Go om eigenlijk voedselverspilling tegen te gaan. En dat verbindt eigenlijk de bewoners met ons, doordat wij onze voedseloverschotten kunnen aanbieden aan zeer democratische prijzen. Verder, toen dat het hotel stond voor de vervanging van 100 matrassen, heb ik er ook niet aan getwijfeld om de lokale vrijwilligersinstanties te contacteren om zo eigenlijk die matrassen te kunnen schenken en bij te dragen tot de gemeenschap. Ook de manenblussers willen betrokken worden bij toerisme. Niet in het minst bij congressen en evenementen die ergens achter de muren van een mooi gebouw worden georganiseerd. De stad delen met de rest van de wereld, zo verwoordt een fiere Mechelaar het, op voorwaarde dat het evenement in kwestie voor alle inwoners ook toegankelijk is. Ik ben hier geboren, nu straks 60 jaar geleden in deze stad. Ik heb deze stad al te graag gezien. Ik heb van de geschiedenis van deze stad heel veel gelezen, gehoord. Mijn grootvader was iemand die heel veel vertelde en ik heb al die verhalen geabsorbeerd. En nu, met wat ik nu bezig ben, Mechelen blogt vooral, een stadsblog, heeft dat dus wel zijn uitwerking gehad. Ik heb de kans gehad, dus door Mechelen blogt, dus heel veel Mechelaars te ontmoeten die ik anders misschien spontaan niet zou ontmoet hebben. Dat gaat dan van bekende Mechelaars, van Jo Leemans tot Koning Neefs, tot een oud-burgemeester. En door mijn nieuwsgierig karakter en heb ik heel wat mensen ontmoet en je krijgt een veel breder beeld op deze stad. Dus de dwarsverbindingen die dan zo gelegd zijn, is enorm verrijkend geweest voor mij. Ik hou van deze stad, ik kom heel graag in andere steden, ik ben iemand die heel graag reist. Maar elke keer opnieuw als ik in deze stad kom en ik zie Sint-Rombouts-toren daar opdoemen, dan krijg ik wel dat thuisgevoel. En je voelt toch wel van, je werkt mee graag aan deze stad. Je wilt dat deze stad eigenlijk goed overkomt. Het predikeren is inderdaad een goed voorbeeld van het opentrekken van een functie. Het is een prachtige bibliotheek, dat is een schitterend gebouw, daar gaat het niet om. Maar als het enkel een mooi gebouw is, dan bereik je de mensen ook niet. Maar doordat je verschillende functies in dat gebouw krijgt, het is een open gebouw, je kunt hier ook gewoon binnenwandelen, je kunt hier een tasje koffie komen drinken, je kunt hier lekker eten trouwens ook. Er zijn hier soms een concert, een lezing. Dus het gebouw is eigenlijk toegankelijk geworden voor wie dat wil. De laagdrempeligheid. En dat gaat veel verder dan een fraai gebouw wat dat sowieso meegenomen is. En dat is met veel gebouwen zo. En ik denk dat daar in de toekomst ook wel heel veel aandacht moet aan gegeven worden. Dat we niet louter maar iets creëren voor een kleine groep intellectuele lezers en zo van. Maar we moeten het aanvoelen als een gebouw voor ons allemaal, als ons predikeren. Mechelen heeft een serieuze transformatie gekregen.
De stad was grijs, er was heel wat verwaarloosd. Plus daarbij ook nog dat Mechelen op een bepaald moment werd betiteld als dus het Charleroi aan de Deilen. Nu op deze moment is Mechelen eigenlijk bijna een voorbeeldstad. Als je ziet rond diversiteit, rond stadsvernieuwing. Mechelen is tegenwoordig eigenlijk wel een paradepaardje geworden. Hè. Mechelen is van de Mechelaars, dus zo zou het inderdaad moeten zijn. Ik heb lang me ook ingezet in Welkom in Mechelen. Dus waar dat we dus ook heel wat vluchtelingen hebben leren kennen en zo. En dat zijn zo fantastische dingen. En je kunt daar aan meewerken. Je kunt die mensen proberen te betrekken. Ik als individu, maar ook als vereniging. En dat is iets dat aan het groeien is. Je voelt dat deze stad, ja, score voelt het toch wel gaat naar een veel breder gedragen samenleving. Een stad als Mechelen is regelmatig toonaangevend op verschillende domeinen en heeft minstens die ambitie om dat te blijven. Daarom zet ze dan ook in op het organiseren van innovatieve evenementen en congressen over thema's als diversiteit, kinderarmoede of mobiliteit. Meteen goed voor een grotere internationale naamsbekendheid, waardoor ze als gevolg ook weer meer internationale bezoekers mag verwelkomen. De volgende stap, en misschien wel de grootste uitdaging, zit hem in het standhouden van een nalatenschap, waarvan de inwoners, ondernemers en bezoekers nog jarenlang kunnen genieten. En om die impact op lange termijn te kunnen waarborgen, zijn congressen en events uitstekende katalysatoren. Op die manier transformeert niet alleen Mechelen, maar reizen ook tal van andere plekken in Vlaanderen naar morgen. We zagen in de reportage enkele interessante voorbeelden die de toekomstvisie Reizen naar Morgen illustreren binnen het thema congressen en events. En intussen heb ik het gezelschap gekregen van de themaverantwoordelijke en de teamcoach. Welkom Evelien Bardijn en Sylvie Lejour. Hallo. Ja. Hallo. Evelien, ik mag met jou beginnen. Wat houdt de functie van themaverantwoordelijke congressen en events precies in? Als themaverantwoordelijke ben ik inhoudelijk verantwoordelijk voor de strategie en de projectwerking op het thema congressen en events. Ik detecteer verschillende projecten en ik zorg ervoor dat die opgestart worden en goed uitgevoerd worden natuurlijk. En ook kijk ik met de projectleiders die uiteindelijk het project effectief gaan trekken, dat de vooropgestelde doelstellingen gehaald worden binnen de afgesproken timing en met het beschikbare budget. En ook ga ik, het is toch wel belangrijk, met de andere themaverantwoordelijken goed kijken waar er bijvoorbeeld tussen de projecten linken liggen over de thema's heen. Okay. En dan ga ik ook wel goed samenwerken met de teamcoach Sylvie, omdat we toch samen het thema congressen en events verder kunnen brengen. Ja, Sylvie, we hoorden het al, jij bent de teamcoach congressen en events. Wat doet een coach congressen en events? Ja. Coach, je mag dat eigenlijk wel heel letterlijk nemen. Ik vind het heel belangrijk dat mijn teamleden zich heel goed voelen. Dus het welzijn is super belangrijk voor mij. En ja, dat ze daardoor ook optimaal kunnen meewerken aan de projecten. Maar anderzijds wil ik ook dat ze verder kunnen groeien in hun job, in hun expertise. Dus ik zorg ervoor dat ze hun kennis kunnen opbouwen. Maar zorg er ook voor dat ze die kennis kunnen delen met de collega's van het team. Maar ook met collega's van Toerisme Vlaanderen en ook uiteraard met heel de sector. De collega's zijn in goede handen. Ja. Jullie hebben ook al gezien dat er nog een derde gast bij ons zit. En dat is Peter de Kuiper. Hallo. Welkom, Peter. Peter, jij bent de founding father van I Love Techno. En ik moet zeggen dat ik hier enorm onder de indruk zit. Jij combineert dus ongetwijfeld heel veel eventkennis met ervaring, met passie, jarenlange expertise. Je bent keynote speaker, auteur en ook marketing consultant voor events. Dat is een hele mond vol. Op welke manier pas jij dan in dat team congressen en events van Toerisme Vlaanderen? Ja, dan vind je de job van je leven zeker. Nee, ik denk dat het is in feite wel normaal met mijn background dat ik binnen events ben terechtgekomen. Dus ik werk binnen het team Event Vlaanders. En Event Vlaanders is opgericht in 2016 als een beleidsoverschrijdende samenwerking van departement Buitenlandse Zaken, departement Cultuur, Jeugd en Media, Toerisme Vlaanderen en Sport Vlaanderen. Ik denk dat ik niemand vergeet hier, hoop ik. En de bedoeling is natuurlijk van Event Vlaanders om een Vlaams topevenementenbeleid, uit te rollen. En mijn specifieke taak binnen Event Vlaanders is in feite het ondersteunen en het helpen binnen de eventindustrie.
Dat is zeker een industrie die ook de laatste tijden absoluut, in stevig onder druk heeft gestaan. In COVID-tijden nog net ietsje meer natuurlijk. Ja. Ja. Dus uw rol is daarin ook wel een beetje verschoven. Evelien, ik keer even terug naar jou. Het gaat ons ook vandaag over passie. Hè. Waarom ben jij nu net gepassioneerd door dit thema? Wel, ik denk dat vooral het intellectueel of zeg maar het kennisaspect, dat heel vaak bij congressen komt kijken, mij toch wel fascineert. Congressen die staan per definitie voor kennisoverdracht, maar ook op events, ideeën borrelen op. Dus het is ook wel een plaats waar er heel veel meerwaarde kan gecreëerd worden. Ik denk die maatschappelijke relevantie is iets wat me boeit, ja, toch wel. En over die kennis, dan ben ik ook wel fier ergens om te zien. Ik weet niet of jij dat weet, maar in Vlaanderen bijvoorbeeld hebben we rond biotech 300 bedrijfjes die daar actief mee bezig zijn. Mm-hmm. Allen verenigd in Biotech Valley. En daar doen 80% is toch wel bezig met gezondheidszorg van die bedrijfjes. En ze doen heel baanbrekend werk, onder andere rond innovatieve medicijnontwikkeling. Denk maar aan immuuntherapie voor kanker of zo. Dan is een congres of een event net de manier om dat wereldkundig te maken. Al dat baanbrekend onderzoek dat we verrichten, alleen stel ik ook vast dat we daar toch wel veel te bescheiden in zijn. En zie ik toch wel nog wat kansen voor de toekomst daar. Oké. Dus pioniers in de kijker zetten. Absoluut, ja. En niet al te bescheiden zijn daarbij. En toch wel inderdaad best fier zijn. En Sylvie, hoe is dat voor jou? Wat spreekt jij net aan in dit thema? Waarom werk jij binnen dit team? Ja, vooral mij triggert het menselijke aspect. Dus eigenlijk congressen en events kunnen mensen op verschillende manieren met elkaar verbinden. En ja, dat is nu net het fysieke contact dat we nu moeten missen, helaas, in coronatijden. Dus ja, nu verlangen we allemaal super hard naar het samen zijn, naar het samen kunnen beleven. Dus dan kunnen jullie daar al nieuwe strategieën voor ontwikkelen, voor wanneer het terug mag. Absoluut. Peter, je voelt mij al komen. Hè? van waar jouw passie, ik denk dat we die allemaal al wel hebben gezien, maar hoe kwam jij dan eigenlijk terecht? Die passie, dat zit natuurlijk in het bloed, hè, dat stroomt door de aderen voor events. En ik denk dat bij events en congressen zie je een waaier van mogelijkheden. En ik denk dat dat zo in een driehoek zit van enerzijds ondernemen, een driehoek dat ik ook heel interessant vind, van ondernemen, innoveren en ook dagelijks leren. Ik denk dat congressen en events echt wel ook een trigger kunnen zijn tot innovatie en tot vernieuwing. Dus als je daar kunt deel van uitmaken, dan als je dan niet passioneel bent, ja, dan moet je iets anders gaan doen daarin. Dus ik denk eigenlijk dat die vernieuwing vind ik heel boeiend binnen evenementen. En natuurlijk die vernieuwing ook zoeken naar kwaliteit. En zeker in tijden van COVID kun je daar nog bijna nog passioneler mee bezig zijn. Ja, dat is mooi. U niet laten afschrikken door een crisis, maar net never waste a crisis, maar het is niet echt een good crisis. Dus ja. Dat klopt. Maar toch mooi dat jullie daar die veerkracht in naar boven halen. Sylvie, laat ons het eens hebben over die ambitie nu echt, die in die themalijn congressen en events zit. Waar willen jullie naartoe? Ja, we hebben met Toerisme Vlaanderen Congresbureau al een aantal jaren geleden beslist van oké, we gaan ons volledig focussen op de internationale associatiecongressen. Dat blijft onze focus, maar eigenlijk willen we daar nu nog een stap verder in gaan. En we willen inzetten op de betere congressen. Wat zijn dat, de betere congressen? Ja, dat zijn congressen die een positieve impact op lange termijn nalaten op onze bestemming. Hoe gaan we dat doen? We gaan ons richten op de visie 2050. Dat klinkt misschien zwaar, maar dat is de lange termijn strategie van Vlaanderen om naar een open, sociaal, veerkrachtige en internationale regio te komen. En om die visie te realiseren zijn er een aantal transitieprioriteiten bepaald. Denken we maar aan mobiliteit, energie, levenslang leren. En het is echt wel de bedoeling dat we met onze congreswerking op die transitieprioriteiten gaan focussen. Dus we hebben echt die lokale draagkracht en zo. Maar ook niet alleen op die transitieprioriteiten, we zien ze daar ook. Maar we gaan ons ook focussen op onze toeristische thema's. Uh-huh.
Ja, dus onze congressen daarop richten. En het is echt wel de bedoeling om zowel voor elk transitieprioriteit en voor elk toeristisch thema echt wel één referentiecongres naar Vlaanderen te halen. Dus dat is echt wel onze ambitie, maar we willen nog verder daarin gaan. We willen echt tot de top 10 behoren van internationale congressen, bestemmingen. Ja. Dus heel wat ambities. Ja. En inderdaad, dat is waar we naartoe willen. Maar ook met Event Vlaanders willen we inzetten op die lange termijn impact. Ja, het is heel belangrijk om, als we naar die events aantrekken, dat we ook kijken dat die een maatschappelijke impact genereren, maar ook wel een reputationele. En natuurlijk die economische, of dat economische effect is daar toch ook wel nog steeds belangrijk bij. En dan willen we ook wel dat, dat die meerwaarde ook te vinden is bij bijvoorbeeld de ondernemer. Dat de ondernemer dat ook kan ondervinden, de bezoeker. En nu gaan we nog meer ook op de bewoner focussen. En de plek is daar ook heel belangrijk bij. Als ik nu denk aan een event, een mooi, dat hopelijk zal plaatsvinden in het najaar, is de World Choir Games, zeg maar de Olympische Spelen van de koren. Ja, dan is het de bedoeling om toch ook op verschillende doelgroepen te werken. Denk bijvoorbeeld aan mensen in armoede of met een mentale kwetsbaarheid, mensen met dementie. Maar ook binnen de gevangenismuren. We willen toch ook wel een beetje uit die koorcontext op andere plekken mensen gaan verbinden. En wat kan er nu beter verbinden dan zingen? Dus dat is toch wel iets waar dat we nog veel sterker willen op inzetten, op die beleving. En zingen verbindt in dit geval. Oké, we duimen allemaal dat we binnenkort... Zeker. Met al die mensen kunnen zingen. Peter, ik hoor Evelien meerwaarde zeggen. En dat is een belangrijk principe binnen het reizen naar morgen. Hè, van niet alleen meer, maar naar meerwaarde. Ja. Hoe zie jij dat? Of kan je dat even toelichten? Ja, ik denk dat meer zeker niet alleen groter is en nog meer mensen en zo verder. Ik denk dat meer, veel meer, de meerwaarde zit ergens anders. Of kan ook op andere domeinen zetten. Kijk, bijvoorbeeld nu... naar de ontwikkeling van het hybride gegeven. Dit is hier ook een virtual event die we nu hebben hier. Dus die ontwikkeling is natuurlijk net door COVID nog een stuk belangrijker geworden. En dan zie je dat je daar op een andere manier kan groter groeien. Het kan versterkend zijn. Soms heb je alleen maar het virtuele online event. Je kan ook het bereik vergroten. The world is your market online. Dus dat is ook op een andere manier groeien. En ik denk dat je daar ook de dialoog kan anders zijn. Als je kijkt in het online verhaal, kun je op andere manieren gaan communiceren met de doelgroep. Dus eigenlijk zie je dat het creëren van waarde, meerwaarde anders kan zijn. Dat je ook kunt kijken naar meer kwaliteit bieden. Hè? Belangrijk natuurlijk. Je kunt ook ruimte laten. Ik denk ruimte laten is ook groeien. Ruimte laten voor innovatie, voor creativiteit. Dus eigenlijk denk ik, het is redelijk simpel. Ik denk dat de waarde van meer... precies in meerwaarde zit. Ja. Alhoewel, is dat simpel, weet ik nu niet. Het is alvast een goed principe. Maar het gaat ook over impact. Hè? En binnen jullie thema willen jullie ook echt inzetten op die impactvolle events. Wat kan ik me daarbij voorstellen? Ja, met impactvolle events. Wij werken dus binnen drie categorieën, die je trouwens ook hier ziet op deze pancarte of op dit scherm. Hè, waar we dus drie categorieën hebben. En dat is natuurlijk cultuur, sport en dan de toeristische en andere. Als je kijkt binnen cultuur, gaan we bijvoorbeeld zorgen, impact gaan zoeken door te zorgen voor een Vlaams toptentoonstelling, een beleid die we hebben. Maar eveneens zorgen voor bestaande, iets kleinere festivals, dat er een doorgroei kan zijn naar een Europees internationaal niveau. Dus een impact hebben daar. Binnen sport hebben we dan vier types. Topsport spreekt een beetje voor zich natuurlijk, maar ook breedte sport. Hè. Dat is sport waar iedereen aan deelneemt. Hoe heet dat? Cyclosportieve, waar iedereen gaat fietsen voor de Ronde van Vlaanderen en zo verder. En dan hebben we ook nog doelgroep. Dat is ook een type binnen sport. Denk aan een universiade.
wat ambitieus momenteel, ligt nog niet in, bij ons, maar je weet maar nooit natuurlijk. En dan heb je nog spektakel. Dat zijn dan de records die je kan breken, een wereldrecord. Hè. Misschien allemaal wat theoretisch, maar als je nu denkt waar we specifiek mee bezig zijn, ja, ook wel belangrijk. We zorgen natuurlijk dat dat in lijn ligt met het Vlaams topsportbeleid dat er is. En ook in, met de lange termijnvisie van de sportfederaties. Hè. Denk bijvoorbeeld aan, we zijn bezig met urban sport, dus daar zit wel wat spektakel in natuurlijk. En ook met een aantal straatsportdisciplines, maar ook olympisch. Hè. Zoals freestyle, BMX, BMX freestyle die er is. En basketbal, 3x3, dus waar er heel veel actie in is en zo. Dus dit zijn in feite allemaal binnen sport, waar we proberen impact te creëren. Binnen het toeristische zien we terug drie pijlers daar. En dat zijn in feite de toeristische thema's die we hebben. Dat betekent dus dat we kijken naar ook een beetje de lange termijnvisie die we zelf hebben. Denk dan aan erfgoed, aan Vlaams natuurlijk, culinair en zo verder. Hebben we dan ook evenementen die een impact hebben of die zich richten meer op technologie, innovatie en creatieve industrieën. En tenslotte hebben we daar nog een pijler en dat is talentontwikkeling. Denk dan bijvoorbeeld aan het oprichten van een academie binnen onze werking. Oké. Er staat heel veel op het programma. Heel veel, hè? Om heel veel impact te creëren. Maar we moeten het ook hebben over de verhaallijnen. Hè. Dat is een soort rode draden doorheen de werking van het agentschap. Welke verhaallijnen gaan jullie uitdiepen binnen het thema congressen en events? Ik wil misschien al eventjes meegeven dat wij ons gaan positioneren, of al aan het positioneren zijn, als baanbrekende en innovatieve congres- en eventbestemming. En we doen dat onder de koepel of met de positionering Create Tomorrow's Heritage. Wat eigenlijk betekent, we creëren vandaag al het erfgoed van morgen. En om die positionering nog wat kracht bij te zetten, gaan we focussen op twee verhaallijnen. Dat is op ons intellectueel erfgoed en dan anderzijds op de Flanders Special Meeting Venues. Met dat intellectueel erfgoed, daar willen we Vlaanderen ook wel nog wat sterker gaan neerzetten als de bakermat of de hotspot, zeg maar, voor kennis, wetenschap en innovatie. En daarom vinden we het ook belangrijk om die belevingsnetwerken toch wel heel tastbaar te maken. Het is belangrijk, denk ik, voor een congressist dat hij niet alleen het thema, het topic kan ervaren tijdens het congres zelf of het event zelf, maar ook erna. Dus een mooi voorbeeldje daar is in Leuven, Health House. Dat is een belevingscentrum dat zich focust op medische technologie. En ja, dan is het fijn om te zien dat er ook nog andere linken op onze bestemming te leggen zijn, die dan enerzijds die fanatic, die congressist, kunnen inspireren. Maar we willen dat ook opentrekken en heel laagdrempelig maken, dat een buurtbewoner ook wel eventjes onze troeven, onze expertises kan ontdekken. Gewoon misschien om de hoek. En dat is ook wel een stukje die reizen naar morgen filosofie, om te zien dat we toch meerwaarde voor een bredere groep kunnen gaan genereren. En ook voor de bewoners. En ook voor de bewoners, inderdaad. Dat is mooi. Sylvie, er is een tweede verhaallijn. Ze is al aangekondigd. En dat is de Flanders Special Meeting Venues. Ja. Dat klinkt heel chic. Ja, wat willen we eigenlijk met die verhaallijn gaan doen? We willen vooral met die verhaallijn Vlaanderen op de kaart zetten als een aantrekkelijke congres- en eventbestemming. We gaan daarvoor belevingsvolle venues gaan ontwikkelen en gaan promoten. Maar ook ons netwerk Flanders Heritage Venues gaan we daarvoor gaan gebruiken. Dat zijn eigenlijk unieke meetinglocaties in erfgoed. En bij die locaties maken we eigenlijk het erfgoedverhaal beleefbaar voor de congressist. En als we dat dan nog een keer kunnen koppelen met het topic van het congres, dan is dat echt wel een topbeleving voor de congressisten. Bijvoorbeeld de Bijlokensite in Gent heeft een uniek verhaal rond ziekenzorg. Dus ja, voor een internationaal medisch congres is dat een toplocatie. Goed, de verhaallijnen die worden concreter en concreter. Maar ik neem aan dat jullie ook echt expliciet willen inzetten op lange termijn impact en op grote strategische projecten. Welke projecten zijn er zo en wat houdt er verband met de term legacy? Ja, we hebben
die projecten op de verhaallijnen, maar dan ook strategische projecten, zoals je ook zegt, Jana. En eentje, het strategisch project om legacy te gaan bepalen, vinden we natuurlijk een heel belangrijke. Dat gaat naar die meerwaarde die we daar willen vastnemen. We zijn reeds al met de sector al op expeditie gegaan in de voorbije periode. Dat was een boeiend parcours. We hebben dan ook samen een stappenplan bepaald om net die legacy, die lange termijn impact, te gaan toepassen op congressen en events. Dat moet nu ook de volgende stap zijn, dus dat we dat nog wat verder gaan concretiseren. Maar heel fijn dat we dat al met partners konden doen. We willen nog meer partners enthousiasmeren om dat samen met ons in de toekomst nog wat steviger te gaan doen. Omdat ik ook wel er hard in geloof dat als onze stakeholders ook gaan zien dat een congres of een event een middel kan zijn, een manier kan zijn om strategisch in te zetten, om dan ook weer hun doelstellingen te halen, dan denk ik dat we toch al veel stappen verder zijn. Oké, en jullie hebben daarover ook al samengewerkt met Glasvisit Scotland en Canada. Ja, klopt, inderdaad. Ja, we zijn heel ambitieus, omdat we ook wel geloven dat we experten kunnen worden. We zijn nu aan het pionieren, wat aan het experimenteren hier en daar. Maar we hebben inderdaad onze peers in het netwerk, zoals een Visit Scotland, maar ook Scandinavische landen en zelfs Canada, die zijn ook bezig met die legacy. Dus als we ons kunnen verenigen in een soort van collectief, een netwerk, dat dan net samen die meerwaarde voor de congres of eventbestemming kan genereren, dan denk ik dat we goed aan het opschieten zijn. Ja. We geloven ook dat we samen sterker kunnen zijn. En dan hebben we ook onze ambassadeurs. Wij noemen dat binnen de meetingindustrie onze legacy makers. En die kunnen ons ook heel goed helpen. Die kunnen ervoor zorgen dat die internationalisering toch wel meer ingang krijgt. En die kunnen dan ook zorgen voor die kennisoverdracht. Dat stukje fierheid kunnen zij zeker wel nog extra meenemen. Oké. Dus ik hoor een erfenis nalaten, een impact nalaten. Dat noemen we legacy. Mm-hmm. En dat moet natuurlijk future-proof zijn. Hè? Dus het gaat ook over de rol die digitale transformatie daarin speelt. En daarvoor kijk ik even naar Sylvie. Welke rol speelt heel die digitalisering binnen jullie thema? Ja, het is superbelangrijk. Hè. Dat kan je gewoon niet meer wegdenken, hè, bij congressen en events. Dus we willen nu vooral eerst ook met de sector gaan nadenken van oké, wat is het juiste evenwicht tussen online, hè, online congresseren en real life. Want het moet sowieso rendabel blijven bijvoorbeeld. Dus we gaan daar echt wel samen over gaan nadenken. Maar ook gaan we gaan kijken van oké, we willen echt wel onze venues digitaal gaan transformeren. Zodat we echt wel op die impact volle events en congressen kunnen inzetten. Dus we hebben eerst die digitale transformatie, maar we zijn ook al bezig met de ontwikkeling van een digitaal platform. We doen dat in samenwerking met Leuven Mindgate en Technopolis. Dat platform zorgt er eigenlijk voor dat de online deelnemer eigenlijk veel beter echt wel de bestemming Vlaanderen kan gaan beleven. Maar het kan ook het netwerken, het internationaal netwerken, het online netwerken versterken. Mm-hmm. En het wordt trouwens deze week voor de eerste keer gebruikt voor de End Summit in Leuven. We zijn allemaal heel benieuwd. Ja. Ik hoop dat dat werkt. Ik hoor al van die sector wordt nu wel geholpen. Hè? Jullie denken na over platformen creëren. Zijn er nog tools eigenlijk ontwikkeld om de sector net te steunen, Peter? Ja, ik denk zeker nu in deze tijden, hè, waar de werkelijke connectie een stuk moeilijker is, denk ik dat het bij momenten zwarte tijden zijn voor de organisatoren, iedereen die in de business event business zit. En dan moeten wij als Event Vlaanders daar wel een voortrekkersrol in spelen om toch perspectief te bieden aan die eventsector en breder aan stakeholders. En we hebben dat natuurlijk al gedaan met een aantal tools die we hebben ontwikkeld. Onder andere het COVID Event Risk Model, CERM noemen we dat, wat een tool is die intussen al meer dan 50.000 keer COVID-events kans meegemaakt, dus heel veel gebruikt. Die toelaat aan organisatoren om hun event te scannen op een aantal parameters en dat zo COVID-veiliger te maken. Wordt ook gebruikt door lokale overheden binnen het vergunningsbeleid. Dus dat is één COVID-event-riskmodel.
ook, we hebben dat ook gemaakt samen, een co-creatie met de eventsector, met de experten, met de wetenschappelijke experten. Van daaruit hebben we dan ook COVID-event risk model, hebben we ook een COVID-infrastructure risk model gemaakt voor de permanente infrastructuren. Dus om daar veiliger events te kunnen organiseren. Denk dan aan cultuurzalen, theaterzalen, denk ook aan voetbalstadions, die vallen daar ook onder. En dan hebben we ook nog FIAF, Flanders is a Festival, dat momenteel loopt, wat in feite een project is waar festival, zomerfestivalorganisatoren kunnen op inschrijven, kunnen aan deelnemen en daar een subsidie krijgen voor een concept dat ze indienen. En een van de criteria om dat concept te evalueren is net van hoe ga je om met die COVID-realiteit. Kun je daarvoor zorgen, hoe kun je daar creatief, innovatief mee omgaan om net die connectie weer breder te maken. Voor alle duidelijkheid, festivals, dat is heel ruim. Dat gaat over kunstenfestivals, muziekfestivals, theater, muziekfestivals natuurlijk, designfestivals. En ik vergeet er waarschijnlijk bijvoorbeeld nog een paar. Bijvoorbeeld ook stoeten en processies. Ja. Mensen, ja. Die ook al heel lang zitten te wachten om hun erfgoed eigenlijk, hun erfgoedbeleving vorm te geven. En ik denk dat we daar echt wel terug die connectie kunnen vergroten, op zijn minst perspectief geven, dat we daar een katalysator kunnen zijn om terug naar die we-experience te kunnen gaan. Dat is een mooie rol. Evelien, hoe gaan jullie dat allemaal nu zo concreet aanpakken? Ik hoor heel veel ambitie. Ook al een aantal concrete zaken, zoals platforms, testcases binnenkort in Leuven. Ja, dat is heel veel. Klopt. Ja. Ik denk dat we vooral nu moeten de stappen nemen, kijken van onze eventvisie, associatievisie, dat is die congresvisie. Is die ook wel future-proof? Is die gealigneerd met onze reizen naar morgen filosofie? Zet die lange termijn impact daarin? Dus ik denk dat we al onze doelstellingen toch wel een beetje gaan verder aligneren. Dan gaan we ook onze KPIs uiteraard nog wat scherper stellen. We willen dat ook samen met de sector gaan doen. En dan gaan kijken inderdaad die tools. We hebben nu een aantal monitoring tools, maar gaan die de tand des tijds doorstaan? In die zin gaan we bekijken van we kunnen nu vooral meten is weten, maar dan de economische impact vastleggen. Maar misschien hebben we wel een legacy calculator nodig om net die meerwaarde te kunnen begrijpen en te zien om de maatschappelijke wat dat impact, betekent. Ook te voelen. Dus daar willen we wel werk van maken. Oké, heel veel concrete toekomststappen, heel veel visie. Maar met wie gaan jullie dit nu juist doen, Sylvie? Ja, we gaan nog veel meer met onze sector gaan samenwerken. We willen echt nog veel meer met de sector in dialoog gaan. Helemaal in het reizen naar morgen verhaal. Ja, en ook de bedoeling om elkaar zo te gaan versterken. Dus we gaan eigenlijk nog veel meer kennisgedreven gaan werken, zodat we de kennis gaan delen met de sector, maar ook omgekeerd. Dus we hebben bijvoorbeeld ook onze meeting- en congresstudie onlangs uitgevoerd, wat dat sowieso inspiratie geeft voor onze lange termijnvisie. Maar ook, we gaan dat sowieso veel meer nog delen met onze sector. Okay. Mag ik daar dus op inspringen? Ik denk dat effectief ook het faciliteren van de opstart van nieuwe events belangrijk is. Meet in Flanders, die dan kunnen zorgen voor de reputatie in het buitenland, de internationale reputatie van Vlaanderen. Enerzijds en langs de andere kant natuurlijk ook bestaande, eventueel kleinere events helpen in een groei, een groeitraject aanbieden, waardoor dat ze ook die schaalsprong kunnen maken. Ja, oké. Er zit heel veel groei in. Het is een mooie rol voor het agentschap. Maar natuurlijk gaat de filosofie van Reizen naar Morgen ook over bewoners. Niet alleen bezoekers en ondernemers, die natuurlijk in dit thema sterk vertegenwoordigd zijn, maar ook wel de bewoners. Welke rol spelen die verschillende doelgroepen in jullie thema? Ja, zoals ik daarnet al vertelde, we werken heel nauw samen met onze stakeholders. Dat willen we blijven doen. Maar we willen ook onze blik verruimen. Dus we willen echt wel nog met veel meer stakeholders gaan samenwerken. Bijvoorbeeld beleidsinstanties, academische instellingen, onderzoekscentra. Eigenlijk allemaal een beetje gerelateerd aan onze transitieprioriteiten. Ik heb gehoord dat zelfs studenten een rol kunnen spelen. Peter, klopt dat? Ja, absoluut. In de events die wij faciliteren, kunnen studenten zeker een rol spelen. We hebben nu een test-event dat zou doorgaan in Hasselt. Staat nu eventjes on hold door de epidemiologische omstandigheden.
Maar als dat kan doorgaan, dat is voor 1000 bezoekers. En in de eerste plaats dachten we daar natuurlijk aan jongeren en studenten. Hè. Omdat zij misschien nog net iets meer nood hebben aan die sociale connectie, aan die verbondenheid. Toen we dat event aankondigden voor studenten, dan stond telefoon of beter de mailbox rood gloeiend. Hè, van studenten die wouden deelnemen, maar ook ouders die vroegen, kunnen onze kinderen alsjeblieft daaraan deelnemen. Dus studenten spelen een rol en ik denk dat die test-events, zoals onze minister van Toerisme, Joël Demire, ook zegt, die kunnen zeker een sleutel zijn of één van de sleutels zijn voor het openen van de eventsector. Op zijn minst het perspectief nog iets verbreden, waardoor evenementen nog iets vlugger of iets covid-veiliger of met iets meer mensen kan doorgaan. Ja, het is met name een veerkrachtige sector. Het is compleet herdenken en reshuffelen. We zitten natuurlijk in die situatie nu. Maar Evelien, op welke termijn willen jullie eigenlijk realiseren wat dat er gepland staat? Ja. Die congres- en eventwerking is zeker niet nieuw. Hè. We zijn daar al een aantal jaar mee bezig. Dus er zijn al mooie realisaties, maar we willen nu inderdaad dat stapje verder gaan. Dus daar verder op bouwen en zeker nog meer die connecties leggen. Die meerwaarde gaan proberen toch wel aan te bieden door met heel wat meer ondernemers, maar ook bezoekers, bewoners te gaan samenwerken. Ik denk dat we zijn al verkennend op stap gegaan. Of we hebben toch wel al een aantal stappen gezet. Maar dit moment nu is toch zeker wel een belangrijk connectiemoment voor ons met jullie, met de sector. Vandaar willen we ook wel verder gaan. En dan hebben we ook straks de breakout-sessies. Er kunnen zeker nog vragen gesteld worden. We hopen ook nog wat meer verdieping te kunnen geven over die verhaallijnen, inderdaad. En dan is er 11 juni. Dat is onze Meet in Flanders Academy, die voor de sector georganiseerd wordt. En waar we samen hopen met de sector ook aan onze toekomst te werken en zo verder die connectie aan te gaan. Oké. Iedereen heeft dat genoteerd. Ja, 11 juni, de Meet in Flanders Academy. Dank je wel. Evelien, onze tijd zit er bijna op. Maar om af te ronden, Sylvie, wat vind jij dat wij vooral moeten meenemen en onthouden uit dit gesprek? Ik vooral onthouden van congressen en events kunnen we echt wel inzetten als een middel om onze bestemming te laten floreren. Dat is duidelijk geworden uit dit gesprek, dat klopt. En Peter, wat is voor jou de legacy van dit gesprek? Ja, ik denk dat Toerisme Vlaanderen en Event Flanders... ik hoop dat het duidelijk is geworden dat we er wel staan. Hè, en dat we echt wel hard werken en ons hard inzetten voor de congressen en breder events. Dus dat we er ook zijn voor de brede eventsector en proberen om hen perspectief te brengen. En zelfs nog meer dan de brede eventsector, zelfs voor alle stakeholders die daarbij horen. Okay. Ik hoop dat snel lukt. Ja. Evelien, het laatste woord is aan jou. Wat wil jij onthouden uit dit gesprek? Of wat moeten we allemaal meenemen? Ik denk dat je het zelf ook al een aantal keer gezegd hebt, maar het is een heel veerkrachtige sector. Dus dat wil ik toch eventjes nog benadrukken. Ook een sector waar er heel veel goesting zit om verder te ondernemen. En samen willen we dan ook mee ondernemen en ook samen mee naar die meerwaarde op zoek gaan. Ik denk dat het sleutelwoord hier ook wel samenwerking is. Want samen zijn we in staat tot de grootste innovaties. En dan kunnen we vandaag toch al beginnen bouwen aan ons erfgoed van morgen. Dat konden we niet beter zeggen. Dank jullie alle drie voor dit gesprek. Evelien, Sylvie en Peter. Blij dat jullie er waren. En ik wens jullie heel veel succes met de Future Proof congressen en events binnen het Reizen naar Morgen. Dank u. Dank u wel. Heel graag gedaan om hier te zijn. En dan is het nu tijd, dames en heren, voor de breakout sessies. Het is heel eenvoudig om vanuit dit plenaire deel naar de sessies te gaan. Rechtsboven zien jullie de Ga naar-knop. En via die knop kan je naar de breakout-sessies navigeren. Daar klik je dan de sessie van jouw keuze aan. Ik wens jullie boeiende sessies toe en we zien elkaar straks terug. Tot dan.
Welkom terug iedereen in het plenaire gedeelte van dit webinar. Ik hoop dat de sessies interessant en inspirerend waren. Toerisme Vlaanderen beschikt over diverse instrumenten om de doelstelling van een florerende bestemming na te streven en om het evenwicht van de meerwaarde voor bewoner, bezoeker, ondernemer en plek te realiseren. En over dat instrumentarium ga ik nu praten met Els Loïc en Julie Pauwels. Hartelijk welkom allebei. Hallo Jana. Hallo. Laten we beginnen met jullie een beetje te leren kennen. Els, wat doe jij binnen Toerisme Vlaanderen? Wel, ik ben al een hele tijd actief binnen Toerisme Vlaanderen. Heel enthousiast nog altijd. Al 15 jaar ben ik eigenlijk bezig met subsidieoproepen en toekennen van financiële instrumenten. Dat is heel erg geëvolueerd over de tijd heen. We zijn begonnen lang geleden met toeristisch-recreatieve projecten. Toen werden het impulssubsidies, later hefboomprojecten. En nu zijn we aan de participatieve instrumenten. Dus iedere keer weer een nieuwe uitdaging. Oké. Blijven innoveren, ook ja, in dat subsidiebeleid. En dezelfde vraag voor jou ook, Julie. Wat is jouw takenpakket en rol binnen Toerisme Vlaanderen? Ik ben net als Els al mijn hele loopbaan bezig met het begeleiden van toeristische projecten. Zowel in de vorm van coaching, maar ook achter de schermen het helpen ontwikkelen van subsidieoproepen. Oké, dankjewel. Els, Toerisme Vlaanderen stelt zichzelf wel heel ambitieuze doelstellingen. Dat hebben we hier vandaag al een paar keer gehoord. Hè. Heel die visie van reizen naar morgen is daarin centraal. Maar met welke instrumenten willen jullie nu net die doelstelling behalen? Wel, eigenlijk heeft Toerisme Vlaanderen wel flink veel instrumenten die al bestaan en er zijn er nieuwe op komst. En op het schema dat jullie nu zien, kan je vaststellen dus dat er eigenlijk vier grote blokken zijn van instrumenten. Het eerste is de promotie en dat is eigenlijk ja, de werking van Toerisme Vlaanderen vooral naar promotie in het buitenland. Het tweede type instrumenten, dat zijn de financiële instrumenten. Ik had het al over de subsidies, daar zijn verschillende vormen van subsidiemogelijkheden. Daarnaast hebben we de kwaliteitsinstrumenten. En dat zijn eigenlijk instrumenten van twee types. Enerzijds zijn dat de decretale, dus de wetgevende kaders. En anderzijds ook tools om kwaliteit te verbeteren. En tenslotte de nieuwe instrumenten, dat zijn de participatieve instrumenten. En ja, daar willen we graag nog wat meer over vertellen. Dat gaat straks aan bod komen. Ja, we gaan daar straks op inzoomen, op dat participatieve, dat nieuwe. Ik ben heel benieuwd. Maar misschien moeten we ook nog even stilstaan bij de instrumenten die al gekend zijn in de sector. Julie, kan jij bijvoorbeeld in enkele zinnen samenvatten wat we ons moeten voorstellen bij die kwaliteitsinstrumenten? Misschien even schetsen. Toerisme Vlaanderen heeft twee rollen om basiskwaliteit voor de bezoeker te garanderen. Enerzijds hebben we de rol van uitvoerder, maar ook handhaver van decreten, zoals Els al zei. Om een voorbeeld te geven, dankzij het logiesdecreet kunnen we eigenlijk de basiskwaliteit voor elke bezoeker garanderen. En we garanderen ook voor de sector een level playing field. En dat wil zeggen dat we een gelijk speelveld creëren voor alle logies. En dat alle logies het spel ook volgens dezelfde spelregels spelen. Een tweede rol die Toerisme Vlaanderen heeft, is de adviserende rol naar de sector toe. En daarvoor hebben we eigenlijk een aantal nuttige tools ontwikkeld. Tools hoor ik. Dus echt concrete instrumenten waar mensen mee aan de slag kunnen gaan. Leg eens uit. We hebben inderdaad een aantal concrete, specifieke toolkits ontwikkeld. Zowel voor attracties, voor musea, voor logies, voor onthaalcentra en ook voor organisaties met een hitsewerking. En die toolkits die staan gewoon op onze website. Daar kunnen de partners zelf mee aan de slag. Oké. Maar naast die tools verlenen jullie ook advies. Hè? Advies aan ondernemers, aan organisaties. Bijvoorbeeld ook om hun werking inclusiever en toegankelijk te maken. Dat klopt. Op vandaag kunnen logies, infokantoren, maar ook congresinfrastructuren een toegankelijkheidslabel aanvragen bij Toerisme Vlaanderen. Waarnaast dat label voorzien wij ook coaching om eigenlijk advies te geven aan de partners hoe ze hun aanbod toegankelijk kunnen maken voor mensen met een fysieke of mentale beperking. Mm-hmm. Nu, naast die toegankelijkheid voorzien we ook advies over familievriendelijkheid. In de toekomst willen we nog meer inzetten op die jongeren. Ook daarvoor hebben we specifieke publicaties en ook specifieke ondersteuningsinstrumenten. En we hebben ook een aantal heel enthousiaste collega's die de sector maar al te graag helpen om die specifieke doelgroep te bereiken. Oké.
Ik wil daar misschien ook nog op inpikken, want eigenlijk doen wij ook heel wat werk om de vakantie voor iedereen te waarborgen. Dat is eigenlijk een universeel recht van de mens, op vakantie mogen en kunnen gaan. Maar jammer genoeg zijn er in Vlaanderen toch mensen die een drempel ondervinden om op vakantie te gaan, dus die dat niet spontaan zelf kunnen in handen nemen. En daarom werkt Toerisme Vlaanderen al heel lang samen met heel veel partners. Eigenlijk zijn het er ondertussen al meer dan 2000 in het netwerk Iedereen Verdient Vakantie. En wat doen ze daar? Wel, eigenlijk gaan die ook met tools aan de slag. Het is namelijk zo dus dat al die partners die worden samengebracht om bepaalde thema's te bespreken, maar ook om te leren van elkaar, om kruisbestuivingen te realiseren. En een voorbeeld van zo'n tool is de straffe koffies. Dus dat zijn echt ronde tafelgesprekken met die partners. Iedereen verdient vakantie. Maar daarnaast is er ook een forum dat jaarlijks georganiseerd wordt en waar meer dan 350 deelnemers op afkomen. Dus, en het typische aan het netwerk Iedereen Verdient Vakantie is dat die eigenlijk heel zelfsturend werken. Dus het is niet zo dus dat Toerisme Vlaanderen dus daar een leidende rol in neemt. Nee, wij faciliteren dat, wij maken dat mogelijk om al die partners continu eigenlijk met elkaar in interactie te brengen. En naast eigenlijk het netwerk Iedereen Verdient Vakantie zijn we ook bezig met een nieuw decreet Iedereen Verdient Vakantie. Dat is dan weer meer het wetgevende kader waar het de bedoeling is. We zijn daar volop mee bezig, dus dat staat nog, het is nog niet helemaal klaar, maar er wordt hard aan gewerkt op dit moment. En ook daar is het de bedoeling dus dat bijvoorbeeld sociaal-toeristische organisaties of bemiddelingskantoren, die er allemaal een rol in spelen in het netwerk, als ze aan de voorwaarden voldoen, een erkenning kunnen bekomen en ook financiële ondersteuning kunnen krijgen. Ja, je zegt het al, financiële ondersteuning. Ik hoor ook heel veel adviesverlening. Toerisme Vlaanderen ondersteunt met de raad en daad die sector. Maar natuurlijk, dat kost geld, hè. Koken kost geld, partners moeten dat kunnen doen. Hoe wordt de sector dan financieel ondersteund? Welke zijn die financiële instrumenten daartoe? Toerisme Vlaanderen heeft inderdaad de mogelijkheid om financiële ondersteuning te bieden aan de sector. Nu, belangrijk is dat we dat altijd doen vanuit onze strategie en vanuit de doelstellingen die wij proberen te behalen. Nu, op basis daarvan, en natuurlijk ook in overleg met de sector, gaan we dan bepalen wat dat de beste manier van aanpak is om die partners te ondersteunen. Nu, de meest gekende manier is natuurlijk die van de subsidie oproepen. Dus de voorbije legislatuur hebben jullie zo bijvoorbeeld ingezet op de hefboomprojecten, de subsidies daartoe. Dat klopt. De oproep voor de hefboomprojecten was een lang, intensief, maar vooral interessant traject. We zijn daarbij vertrokken van een groep projecten die weerhouden waren op basis van een projectidee. We zijn dan met dat projectidee aan de slag gegaan en de bedoeling was om eigenlijk een sterker businessplan te maken. Die projecten zijn dan aan de hand van financiële ondersteuning van Toerisme Vlaanderen gerealiseerd. En waar dat een traject normaal gezien stopt op het moment dat de steun of de subsidie wordt toegekend, zijn we hier die hefboomprojecten blijven ondersteunen en blijven begeleiden tijdens de uitvoering van hun project. En daar zijn we eigenlijk op vandaag nog steeds mee bezig. Nu, die financiële ondersteuning, dat kan in de vorm van hefboomprojecten zijn, maar dat kan ook in de vorm van beperkte oproepen zijn. Bijvoorbeeld de oproep voor de logies. Logies die willen investeren in een betere toegankelijkheid of in een betere kwaliteit, die kunnen bij ons terecht binnen die specifieke logiesoproep voor subsidies daarvoor. En het afgelopen jaar hebben we ook financiële ondersteuning gegeven aan de sector om eigenlijk de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Zo konden onder andere jeugdverblijven en zorgverblijven bij ons terecht voor een compensatie om eigenlijk de verliezen waarmee dat ze in 2020 geconfronteerd zijn op te vangen. Okay. Dus jullie blijven daar ook wendbaar en veerkrachtig in om die sector op de juiste manier te steunen. Dat is mooi. Maar ik kan me inbeelden dat heel de nieuwe strategie, de filosofie rond het reizen naar morgen, dat ook wel een impact heeft op de instrumenten die we net bespraken. Ja, inderdaad. Het is zo, dus we hebben die bestaande instrumenten, die gaan we sowieso ook eens tegen het licht houden, want volgens de nieuwe strategie gaan we toch op een andere manier werken. We gaan eigenlijk niet meer Toerisme Vlaanderen zijn als de sturende overheid, wat we vroeger toch meer deden, maar we gaan echt proberen als netwerkverbinder op te treden, dus alle stakeholders dus bij elkaar brengen.
goed luisteren naar iedereen, rekening houden met alle meningen, om zo eigenlijk echt die reizen naar morgen filosofie overal te laten ingang vinden. En dus de participatieve instrumenten dus die we daarvoor aan het ontwikkelen zijn, dus die gaan daar echt wel de nadruk op leggen. Dus het is toch wel een hele switch in de manier van werken, wat we van plan zijn. En ja, de pluktuinen, dat zijn dan dat is een eerste participatief instrument wat we volop aan het ontwikkelen zijn. Dus die instrumenten zijn de nieuwste. En ik hoor je pluktuinen zeggen. Wat kan ik mij voorstellen bij pluktuinen? Ja, het is een mooi woord. Het past helemaal in de reizen naar morgen filosofie. Pluktuinen zijn eigenlijk begeleidingstrajecten die we gaan opzetten of die we kunnen opzetten om projectideeën binnen een bepaalde verhaallijn verder vorm te geven. Als ik even kijk hoe we het vroeger aanpakten, is het nu toch wel anders. Eigenlijk willen we het financiële traject volledig loskoppelen van het voorafgaande traject, het inhoudelijke traject. Vroeger lanceerden we soms een subsidieoproep of een financiële ondersteuning, zonder dat we eigenlijk heel goed het voorafgaande traject hadden doorlopen. En dat willen we met die pluktuinen juist gaan doen. We willen met die pluktuinen alle stakeholders samenbrengen. Dat zijn alle betrokkenen, van de plek, de bewoner, de bezoeker, de ondernemer en wie daar werkt. En we gaan dus die laten nadenken over hun projectideeën die ze al hebben. Maar we willen ze zo vooral samenbrengen om kruisbestuiving te realiseren, om die projecten eigenlijk tot een hoger, beter niveau te krijgen. Hè. En waardoor ze ook kunnen leren van elkaar, waardoor we ook kunnen zien waar de cohesie zit, wat er eventueel kan verbeteren door samen te werken. En dat is dan eigenlijk de eerste stap, die heten we de pluktuin. Vervolgens, als we dan weten van wat zijn hier hele goede business cases, dan moet daar iets mee gebeuren, willen we die realiseren. En om die dan goed te realiseren, dan gaan we goed nadenken van wat zijn eigenlijk de nodige instrumenten. Want dat moet niet altijd een financiële ondersteuning zijn, dat kan. Maar heel vaak zijn er andere noden en die gaan we ook heel goed in kaart brengen. En dat kan zijn bijvoorbeeld dat er eerder marketing-expertise nodig is. Of misschien moet er wel een nieuw kwaliteitstool ontwikkeld worden. Dus we gaan het echt op die manier aanpakken. Eerst het traject van de pluktuin en dan vervolgens eventueel een subsidieoproep. Dat kan. Okay. Dus experiment in de tuin, maar wel vernetwerkt en samen plukken, onthoud ik. Ja, voilà. Dat is heel mooi. Dat is dus een van die eerste nieuwe instrumenten. Maar welke zijn er nog, Julie? Een tweede instrument waar we sterker willen op inzetten zijn thematische netwerken. Nu, daarbij moeten we wel duidelijk het onderscheid maken tussen een thematisch netwerk en bestaande samenwerkingsovereenkomsten. Een thematisch netwerk, aan de bron van een thematisch netwerk ligt eigenlijk altijd een complex vraagstuk. En om dat complex vraagstuk op te lossen, moeten we eigenlijk diverse expertises samenbrengen. Vaak zullen dat misschien gerichte vraagstukken zijn waarbij dat een netwerk van professionals een antwoord kan bieden. Een voorbeeld van zo'n netwerk van professionals is bijvoorbeeld de Flanders Food Faculty of het Lerend Netwerk voor Zorgtoerisme. Dat zijn voorbeelden van netwerken van professionals. Nu, vaak zullen dat misschien wat complexere vraagstukken zijn en die zullen misschien een meervoudige aanpak nodig hebben. En dat moet dan misschien komen van een netwerkorganisatie. En een bestaand voorbeeld van zo'n netwerkorganisatie is het netwerk Iedereen Verdient Vakantie. Mm-hmm. Toerisme Vlaanderen kan die thematische netwerken opstarten of initiëren, maar de bal zal niet altijd in ons kamp liggen. Wij kunnen net zo goed participeren in bestaande thematische netwerken. Een voorbeeld van zo'n bestaand netwerk is het netwerk van kastelen en tuinen. Vlaanderen heeft een rijk aanbod aan kastelen en tuinen, maar het zit hem net in het verbinden van die kastelen en tuinen. En daar kan een thematisch netwerk voor zorgen. En pas dan kunnen we eigenlijk meerwaarde creëren voor de bezoeker, maar ook voor de bewoner en voor de ondernemer. En dat gaat dan in partnerschap als een soort spelverdeler of medespeler voor het agentschap zijn. Vooral medespeler, ja, denk ik dan. Okay. En dan is er nog een derde nieuw participatief instrument, heb ik gehoord. Inderdaad. Kan jij dat toelichten? Ja, de pilootprojecten heten we ze. Dat zijn eigenlijk projecten die Toerisme Vlaanderen zelf gaat uitvoeren, zelf in handen neemt. En de bedoeling is eigenlijk dat dat modelprojecten worden. We willen experimenten mogelijk maken. Hè, dus dat mag ook al eens mislukken dan. Hè, maar dan kunnen we lessen trekken, kunnen we die lessen ook delen
met andere gelijkaardige projecten bijvoorbeeld. En we willen vooral ook de sector inspireren met onze pilootprojecten. Heel belangrijk ook is dat we daar alle elementen in het oog houden die voor Toerisme Vlaanderen cruciaal zijn om een goed project te hebben. En dat zijn de klassiekers, hè, duurzaamheid, toegankelijkheid, familievriendelijkheid, kwaliteit en beleving. Dus dat willen we allemaal vervatten in die pilootprojecten. Een voorbeeld van een pilootproject is het Rubenskasteel. De meeste mensen weten dat Toerisme Vlaanderen het kasteel heeft verworven. We zijn nu bezig om eigenlijk met de stakeholders, de betrokkenen, te kijken van hoe kunnen we daar een heel goede invulling aan geven. Nu, die pilootprojecten, dat is je kunt het niet uitrollen één keer je er één gedaan hebt over alle anderen. Het is echt wel maatwerk. Je moet het heel specifiek voor die locatie en dat project gaan uitvoeren. Voor de plek en de bewoners. Ja. Ik zag ook promotie staan. Dat is eigenlijk bijna een dooddoener. Op jullie overzicht staat promotie. Wat houdt dat dan vandaag nog in, Julie? Toerisme Vlaanderen heeft eigenlijk een breed internationaal netwerk dat inzet op de internationale reputatie van Vlaanderen als duurzame, inclusieve bestemming. Bij het beleven van onze thema's, maar ook als innovatieve congresbestemming. En zij zetten eigenlijk in op het bereiken van specifieke doelgroepen en het overtuigen van die doelgroepen om Vlaanderen te bezoeken om zijn troeven. Dat internationaal netwerk heeft eigenlijk ook een heel breed instrumentarium, een eigen instrumentarium, om die doelgroepen te bereiken en om die doelgroepen aan te zetten om Vlaanderen te bezoeken. Zo organiseren zij netwerkevents, persmomenten, zij zetten campagnes op, social media acties, B2B-workshops, joint promotions. En dat doen ze eigenlijk altijd in nauwe samenwerking met onze partners. Ik hoor veel partnerschappen, veel goesting om samen te werken aan dat reizen naar morgen. Bedankt voor deze korte, krachtige, maar zeer interessante toelichting en heldere toelichting over het instrumentarium van Toerisme Vlaanderen. Is er nog iets dat jullie de partners en de kijkers willen meegeven? Ja, ik wil nog iets meegeven. Ik en eigenlijk alle collega's in mijn team, die worden heel vaak benaderd door partners die vragen aan ons van wanneer komt de volgende subsidieoproep. En ze kennen ons, wij zijn het gezicht van de subsidies. En vandaar, dat is een heel logische vraag, heel normale vraag. Wij staan ook te popelen om te beginnen aan al die nieuwe participatieve instrumenten en die voorbereidingen die al gebeurd zijn om die verder uit te rollen. Alleen hebben wij op dit moment ook een heel andere belangrijke job gekregen. Het is namelijk zo dus dat er een oproep is gekomen in het kader van de COVID om hotels of logies liever en attracties de mogelijkheid te bieden om een subsidieaanvraag in te dienen. Het is eigenlijk een combinatieleningssubsidie. Mm-hmm. Dit is nu volop lopende. Dat vraagt al onze aandacht. Dus we gaan daar nog even volop mee door tot de zomer. En dan zijn we klaar om aan het nieuwe hoofdstuk helemaal te beginnen. Subsidieoproepen, als we realistisch zijn, dat vraagt ook nog wat voorbereiding. Het zal voor volgend jaar zijn, dus misschien zijn sommige partners dan toch gerustgesteld. Het komt wel, maar nog niet helemaal direct. Oké. Maar het is, het is duidelijk, jullie zijn daar veerkrachtig in. Jullie passen dat subsidiebeleid aan de realiteit. Mm-hmm. En dat is zeer mooi om te zien. Hartelijk dank voor dit gesprek, Els en Julie. En met mijn volgende gasten zoomen we in op de marketingaanpak van Toerisme Vlaanderen. Dames en heren, we zijn al toegekomen aan ons voorlaatste topic. En dat is de marketingaanpak van Toerisme Vlaanderen. De persoon die ons daar alles over kan vertellen is Lynn Douwe. Hallo Lynn en fijn dat je er bent. Dankjewel Jana, fijn om hier te zijn vandaag. Lynn, wat is jouw band met Toerisme Vlaanderen? Vertel eens. Ik werk ondertussen 10 jaar voor Toerisme Vlaanderen. Ik heb dat altijd gedaan als regiomanager voor Scandinavië. En toen zette ik eigenlijk de marketingstrategie van Toerisme Vlaanderen om in promotionele acties in Zweden, in Denemarken en Noorwegen. En nu sinds januari ben ik teamcoach van het team Marketing Tactics. Marketing Tactics. Wat doet jouw team dan precies? Wij proberen eigenlijk de marketingaanpak te integreren in alle projecten en thema's die Toerisme Vlaanderen zal op inzetten de komende jaren.
En daarbij willen wij toch een vernieuwende aanpak doen, helemaal ook in het kader van reizen naar morgen. We willen die meerwaarde voor de ondernemers, voor de plek, voor de bewoners en niet alleen voor de bezoekers. En die meerwaarde, uiteraard is dat nog altijd een deel economische meerwaarde, zeker in deze tijden. Maar we willen eigenlijk meer. We willen ook die maatschappelijke relevantie, we willen cultureel rendement, educatief rendement. Dus het gaat veel verder dan de traditionele marketingaanpak. Oké, ik hoor je maatschappelijk rendement zeggen, cultureel rendement en nog meer. Hoe kunnen we dat rendement dan concreet zien? Als je kijkt naar wat wij deze week nu doen, je ziet waar dat wij op inzetten, die verhaallijnen, die thema's. En ook daar starten we eigenlijk met onze marketingaanpak. We gaan kijken voor elke verhaallijn, wie is hier onze doelgroep? Wie is de internationale doelgroep die de meeste meerwaarde kan brengen? En we zien eigenlijk dat degenen die de meeste meerwaarde brengen, dat zijn mensen die echt oprecht geïnteresseerd zijn of zelfs een passie hebben voor een van onze verhaallijnen. We zien eigenlijk, dat is wat we in marketingtermen is dat de interest-based niche marketing. Ja. En daar gaan we twee groepen in onderscheiden. En wij noemen die enerzijds de lovers en anderzijds de fanatics. Dat klinkt lekker. Wat is het verschil tussen een lover en een fanatic? Een lover is zeker geïnteresseerd, heeft een gezonde voorliefde voor één of voor meerdere van onze thema's. En als hij een reisbestemming kiest, dan zoekt hij eigenlijk echt waar hij zijn passie kan beleven of zijn interesse kan beleven. Maar er spelen ook nog wel heel veel andere factoren mee in dat beslissingsproces. En bij die fanatics, dat is nog een beetje straffer, die komen alleen voor die passie te beleven. En al die andere factoren die meespelen om een bestemming te kiezen, dat is voor hen veel minder van belang. Denk aan alle mannen en vrouwen die hier in Vlaanderen op onze kasseien komen fietsen. Dat is de reason to come voor hem. En al de rest, dat is minder van belang. Dat zijn de fanatieke bezoekers. Ja, inderdaad. We hebben het over bezoekers, maar natuurlijk reizen naar morgen staat ook in het kader van die meerwaarde creëren voor bewoners en ondernemers. Hoe komen zij in jullie marketingaanpak dan in de picture? Ja, we willen die absoluut betrekken. En ik toon daarvoor graag eventjes een figuur ook. Deze cirkel, dat is wat wij bij Toerisme Vlaanderen onze passionate community noemen. De passiegroep. En je kan eigenlijk onmiddellijk die twee buitenste cirkels zien. En dat zijn die lovers en die fanatics, waar ik het al eerder over had. En we zien hier, want je hebt beide natuurlijk, zowel hier in Vlaanderen als in het buitenland. Dus daar, dat is al een eerste stap waar ook de bewoners en de locals bij betrokken worden. Maar je ziet ook dat elke passiegroep heeft een hart. En in dat hart zitten je makers en zitten je plek. We zijn Toerisme Vlaanderen, dus we koppelen aan elk thema koppelen we ook onze bestemmingen in Vlaanderen. En die makers, daarbij moet je denken aan onze chefs, onze coureurs, onze brouwers. Noem maar op, iedereen die echt het verhaal maakt. Mm-hmm. En rond dat hart, daar zitten je professionals, je professionele laag. Want je ziet dat wanneer een community ontstaat, mensen in die community die gaan eigenlijk, hoe belangrijker dat die wordt, gaan eigenlijk een professionele link maken in voor hun passie. En je ziet dat ook binnen het professionele veld, in het toerisme, maar zeker ook daarbuiten, dat die ook een interesse hebben in die passie en dat die ook die mee gaan ontwikkelen. En je ziet daar zowel dat hart als die professionele laag. En zijn vandaag, het zijn hier allemaal mensen die in die professionele laag zitten. En misschien ook wel in de andere lagen van de cirkel. Maar dat zijn jouw gidsen en jouw attracties, jouw musea. Zowel dat hart als die laag daar rond, dat maakt je thema, dat maakt je verhaallijn. En zo kan je verhalen gaan vertellen. En kan je echt een toeristische beleving creëren waarvoor dat die bezoeker een meerwaarde kan bieden en kan brengen. Oké. Dus het kloppend hart en de laag daar rond, dat is heel mooi. Ja. Maar even terug naar de bezoekers. Die lovers en die fanatics, hoe zouden jullie die willen bereiken? Of kunnen bereiken? Toerisme Vlaanderen beschikt over een fantastisch team, een internationaal netwerk. En zij gaan eigenlijk op zoek gaan naar die twee doelgroepen. Waar die zitten, hoe die zich gedragen, welke instrumenten die nodig hebben. En enerzijds gaan dat de lovers zijn. Daar gaan we voortbouwen op wat we al jaren doen. Op onze jarenlange ervaring aan interest-based niche marketing heet dat dan. En bij die fanatics wordt het toch wel iets anders. Daar gaan we wat verder. We zien dat die fanatics, of die
die passionate community, dat die echt met elkaar in verbinding willen komen. Zowel met de mensen zelf die die passie delen, maar ook met de hart en die professionals. En daar liggen heel veel opportuniteiten, want die gaan zich eigenlijk van binnenuit, vanuit hun community, gaan die zich aanzetten om te reizen voor hun passie. Die gaan elkaar informeren, elkaars interesse nog aanwakkeren. En daar zitten heel veel kansen voor Toerisme Vlaanderen en voor de partners om enerzijds die verbinding te gaan faciliteren. Mm-hmm. Denk aan events en workshops. En anderzijds om zelf te gaan deelnemen in die community. We hebben mensen die zo gepassioneerd zijn voor deze zaken in Vlaanderen en ook bij Toerisme Vlaanderen, dat die eigenlijk kunnen in die community mee induiken en ook daar een stem kunnen worden. En dat lijkt me heel boeiend en tof om aan mee te werken de komende jaren. Wauw, Lin, we hebben maar tijd voor een heel kort gesprek, maar het was indrukwekkend om te zien met hoeveel passie jij spreekt over de passie binnen jullie marketingteam. Bedankt om langs te komen en heel veel succes met jullie marketingaanpak binnen het team. Graag gedaan, dankjewel, Jana. En daarmee zijn we bijna aan het einde van dit webinar gekomen. Zometeen geef ik het slotwoord aan Vincent Nijs, maar eerst wil ik al mijn gasten bedanken. Ik wil ook jullie bedanken voor het kijken en ik wens iedereen een mooie reis naar morgen toe. Heb je vragen, dan kan je die sturen naar communicatie@toerismevlaanderen.be. Of je kan na dit webinar naar de Networking Lounge gaan, waar verschillende videotafels zijn. Via videochat kan je daar jouw vraag stellen aan de mensen van de breakout sessies. Wil je aan iemand van Toerisme Vlaanderen misschien in alle discretie een vraag stellen? Of wil je met een andere deelnemer netwerken? Dan kan dit ook. Je gaat naar het private gedeelte van de Networking Lounge en daar kan je op naam zoeken naar de persoon met wie je een individueel gesprek wil opstarten. Spannend. Zo, ik neem alvast afscheid van jullie en zoals gezegd is het laatste woord voor Vincent Nijs. Beste mensen, we zijn aan het einde gekomen van deze goed gevulde namiddag. En je hoorde het. Met de nieuwe visie Reizen naar Morgen willen we samen met jullie de positieve kracht van toerisme versterken. Want zo willen we Vlaanderen laten floreren als een innovatieve, inspirerende en kwalitatieve reisbestemming. En meerwaarde creëren voor bewoners, ondernemers, bezoekers en jullie plekken. We streven dus naar een goed evenwicht door de behoefte van de bestemming te verzoenen met de vraag van de bezoeker. En dus niet door de vraag van de bezoeker zomaar los te laten op de bestemming. Vandaag hoor je een aantal principes en inhoudelijke keuzes hoe we dit willen verwezenlijken. Enkele van deze principes zijn, zoals ik net zei, het streven naar meerwaarde voor alle betrokkenen. We willen ook verbinding scheppen tussen mensen, plekken en activiteiten met een uniek verhaal. We willen samenwerking en participatie stimuleren. Kennis- en strategiegedreven werken is een must. We willen kwaliteit voorop stellen met ruimte voor innovatie en creativiteit. Als agentschap willen we samen met jullie toerisme op een kwalitatieve manier toekomstbestendig ontwikkelen. Zowel op korte termijn, door jullie te ondersteunen om sterker uit de coronacrisis te komen, als op lange termijn. Vandaag vertellen we jullie ook over de keuzes en verhaallijnen binnen congressen en events. Daarnaast zijn er nog 5 thema's. Erfgoed, natuur, culinair, fietsen en tot slot, iedereen verdient vakantie. We begrijpen dat het moeilijke tijden zijn voor jullie. Als overheid proberen we jullie met allerhande steunmechanismen bij te staan. Maar aanvaard tegelijkertijd onze uitgestoken hand om samen deze nieuwe visie uit te dragen en te bouwen op de strategische keuzes. Samen komen we deze crisis te boven. Samen maken we ons toerisme toekomstbestendig. George Bernard Shaw, Nobelprijswinnaar literatuur, zei ooit: als jij een appel hebt en ik heb er één en we ruilen die met elkaar, dan hebben we nog steeds allebei één appel. Maar als jij een idee hebt en ik heb er één en die ruilen we met elkaar,
dan hebben we allebei twee ideeën. Laten we er naar streven dat iedereen die Vlaanderen bezoekt een wonderlijke ervaring heeft die meerwaarde en legacy brengt. Laten we samen reizen naar morgen. Maar ook deze maand vieren we 20 jaar toegankelijk toerisme. Dat recht op vakantie voor iedereen, ongeacht fysieke, financiële of psychische beperkingen, is een grote meerwaarde. 20 jaar toegankelijk toerisme en 20 jaar iedereen verdient vakantie heeft geleerd dat toeristische belevingen rijker en veelzijdiger worden als we ze bekijken vanuit het perspectief van een heel divers publiek. Samen met jullie gaan we stappen blijven zetten om van Vlaanderen een florerende, inclusieve en gastvrije bestemming te maken die diversiteit omarmt en mensen verbindt. Tegen iedereen die het recht op vakantie mee waarmaakt, zouden we willen zeggen, dank je wel. En van zodra het weer mag, gaan we het 20-jarig jubileum dan ook vieren. Met deze taart, en hopelijk veel meer taarten, die krijg ik niet allemaal alleen op, dat is beloofd. Bedankt voor het kijken en bedankt om met ons mee te werken. Tot ziens op het terrein of bij een van de andere webinars.